Ja, goedemiddag allemaal en van harte welkom vanuit Zaltbommel, waar vanmiddag de strijd om het Nederlands kampioenschap veldrijden gaat plaatsvinden. Straks dan zullen hier de heren en de dames hun rondje van bijna 3 kilometer gaan fietsen op dit prachtige parcours wat hier achter ons ligt. Ja, u ziet het nu ook van boven. Een parcours waar het aan niks zal ontbreken. Kasseienstroken, zandstranden, balletjes, heel veel modder. Dat vooral, want het heeft de afgelopen dagen enorm veel geregend. En u ziet dan ook dat de Waal, de prachtige Waal, hier vlak langs dit parcours loopt. En ook die Waal die heeft nog een beetje invloed gehad op het terrein hier. Dat gaan we vanmiddag allemaal zien. Ja, we zijn de hele middag hier live bij. Eerst dus de dames zometeen die van start gaan. En daarna de heren. En ja, ik heb iemand naast mij staan die daar bijzonder veel van weet. Van dat veldrijden. En dat is Reza Ravenstein. Goedemiddag, Reza. Goedemiddag. Wat fijn dat je er bent. Dankjewel. En wat fijn dat je ons vanmiddag ook door die wedstrijden heen gaat loodsen. Met je analyse. Even over dat veldrijden. Bekend terrein voor jou. Want zeker, je bent Nederlands kampioen geweest. Ja, ja, dat is wel in de vorige eeuw. Een tijd terug. Maar alsnog best wel betrokken bij deze sport. Dus ja. We hebben het over 1995. Zeker, hè? 1995. Soestduinen, andere omstandigheden. Was in de, ja, in de sneeuw. Gladjes, dus maar goed, dit ja, cross is alles. Ja, dus ja. Vandaag die modder en die nattigheid, dat kan prima. Ja, we zien je hier ook fietsen. In 2013 was dit, hè, denk ik? Ja, dit op het Nederlands kampioenschap. Ja, dat was in Veldhoven, denk ik. Ja. Nee, ja, dit is Veldhoven. Ja, ja. Ja. Je hebt bijna 30 jaar in het veldrijden gefietst, hè? Ja, in het wedstrijdcircuit inderdaad. Ja, een beetje lang, maar ja. Mooi toch? Mooie sport. Mooie zeker, sport. Ja, ja. Ja, en dan wil ik het even hebben over dit terrein ook hier achter ons. Dat prachtige parcours dat hier langs de Waal ligt in Zaltbommel. Ook bekend terrein van jou. Zeker, ja. 2018 was hier zeg maar de Uiterwaardencross. Dat was eigenlijk een trial voor... We wilden ooit een keer een Nederlands kampioenschap gaan organiseren. En voor mij was het heel handig, die wedstrijd. Omdat ik had besloten om het EK te gaan rijden voor Masters. Dus zeg maar voor de veteranencategorieën. En dat was toen het EK in Rosmalen 2018. En ik heb deze wedstrijd toen uitgekozen als voorbereidingswedstrijd. Ja. En ja, die heb ik toen ook op mijn naam geschreven. Ja, en daarna won je het EK en het WK. En het WK ook. Ja, ja, het was dus een succesvol masterjaar. Ja, je bewaart goede herinneringen. Ja, dit parcours dus ook. Zeker. Ja, 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 ja. Hey, en dit parcours, ja, we hebben het er al even over. Het is modderig, het is nat. Wat gaat dit vandaag opleveren? Ja, wat gaat het opleveren? Kijk, je moet van goede huizen komen. Dus conditioneel moet je in orde zijn. Balentechniek, ja, ook materiaalkeuze. Je moet ook geluk hebben met je materiaal. Welke banden ga ik rijden? Ook dat wordt een item hier. Maar goed, dat worden modderbanden. En ja, het is goed gaan kijken naar de sporen die er liggen. Ja, ja. Dus het is niet heel erg makkelijk. En ja, en als je goede loopbenen hebt, dan zijn die ook handig vandaag. Ja, ja. Nou, we gaan het vanmiddag allemaal zien. Je bent er de hele middag bij. Even over jouzelf nog. Wat doe je tegenwoordig nog in het veldrijden? Ja, in het veldrijden, op woensdag ben ik bondstrainer van de KNWU. En op het landelijk trainingspunt in Nijmegen verzorgen we trainingen. Ja. En daar komen zeg maar ja, de beste renners uit de regio een beetje. Dus we hebben een aantal trainingspunten in Nederland. En in Nijmegen komen dan ook renners iedere woensdag trainen. Maar dat betekent dus ook dat een paar pupillen van jou hier vandaag hun rondje hebben gefietst? Ja, dat klopt inderdaad. Rosa van Doorn heeft net bij de belofte dames gereden. Ze is uiteindelijk 60 geworden. En er zijn ook renners die op woensdag dan trainen die ik hier zeg maar niet persoonlijk begeleid, maar hier wel acte de présence hebben gegeven. Ja. Want we maken ons op voor de elite dames en de elite heren zometeen, maar er werd al het hele weekend hier gefietst in Zaltbommel. En gisteren was het aan de beurt voor de masters en voor de jongeren. De start is op de kinderkopjes van de Waaldijk in Zaltbommel. Maar dan volgt het geploeter door de modder. Soms moeten de renners dan van de fiets af. De eerste kampioen is Bas de Bruin. Hij wint bij de Masters. Yo, niet normaal. Ja, het is heel zwaar. Het valt me eerlijk gezegd op mij. De renners lijken bijna de Waal in te rijden.
Het parcours wordt mooi gevonden, maar vooral ook lastig door de omstandigheden. Ik zit, je treft me op het goede moment. Kijk kapot. Ik heb ontzettend genoten. Zelfs zoveel genoten, van zoveel pijn. Maar voor een NK is dit parcours heel geschikt. Nee, het is een mooi parcours, super. Mooie organisatie, NK waardig. Kampioen gefeliciteerd. Ik vind het echt heel vet. Het is echt een mooi parcours. Best zwaar, maar het is wel echt heel mooi om te rijden. Ik kan bijna niet praten. Ik ben kei kapot. Ja, dit was gisteren allemaal. En dan zijn we nu een dag later. Gisteren was het nog natter eigenlijk. En jij vertelde mij vanochtend al eventjes dat het eigenlijk vandaag misschien nog wel zwaarder is. Ja, misschien wel. Kijk, gisteren was het heel erg nat. En dan is het natuurlijk ook zeker ploeteren. En zeker niet makkelijk. Maar de klei die blijft niet aan je fiets hangen. En het kan zijn als het wat droger wordt, dat die klei dus aan jouw fiets blijft hangen. En dan wordt het nog lastiger dus. En die fiets wordt zwaarder. Dus met lopen, alles draait minder. Ja. Dus het zal niet heel veel uitmaken. Maar iedere omstandigheid is weer net weer anders. Dus heeft invloed. Ja, we zien het achter ons inderdaad ook. Dat veld waar ze doorheen moeten. Dat is soms, je zakt soms 30 centimeter diep, hè, het water in. Ja, 30. Inderdaad, heel erg diep. Dus tot over de enkels inderdaad. En als je te hard of te lang door blijft rijden, dan kan je tot aan je assen zeg maar wel in de modder komen te zitten. Dus het is wel heel erg belangrijk op tijd af te stappen en dan te gaan lopen. Ja. Hey, en het parcours is zelfs eventjes verlegd hier, want het lag eerst al iets verder richting de Waal, waar ze ook het strandje over moesten. Ja. Dat hebben ze verlegd vanwege dat het water wat deze kant op is gekomen. Ja, dat klopt. Ja, die Waal die was aan het stijgen, plus uit de hemel het nodige water. Ja, dan krijg je dus dat het parcours een beetje krap wordt. En volgens mij hadden ze dat wel als tweede plan, hoor. Dat ze zeggen, gebeurt er dit en dit, dan gaan we het zo en zo verleggen. En ik denk dat ze het prima hebben opgelost, want het ligt fantastisch bij. En dan even naar de renners. Vinden zij die lekker? Houden zij hiervan, veldrijders? Ik denk dat het... Kijk, als je veldrijder bent, dan weet je dat er heel veel verschillende omstandigheden mogelijk zijn. En ik denk dat het een persoonlijke voorkeur is of jij wel of niet van modder houdt. Dus, je zult er toch doorheen moeten. Dus, hield jij daar een beetje van modder? Ja, ik wel. Ik ben... naarmate je ouder wordt, wordt je snelheid wat lager, maar je power blijft wel behouden. En ik kom wel aardig uit de voeten op deze parcoursen. En ik vond het ook wel lekker. Ja. Nu we het dan toch even over de liefhebbers hebben van de modder. Laten we even vooruitblikken op de wedstrijd zometeen. De dames starten over een paar minuten. Die zien ze al klaarstaan. Even naar de Gelderse deelnemers. Op wie moeten wij gaan letten? Zijn er Gelderse dames die voor het eer in metaal gaan? We hebben natuurlijk, die internationaal heel goed... presteert dit jaar iets minder in verband met haar knieproblemen die ze heeft. Ja. En we hebben natuurlijk als outsider Anne Tauwer, denk ik, die echt wel handig is op een fiets. Een dame uit Nijmegen, hè? Uit Nijmegen, inderdaad. En een goede motorbikester. Een motorbikester, want je ziet ook veel, hè, dat dames in de zomer gaan motorbiken en in de winter mee gaan doen aan het veldrijden. Ja, ja. En dan even naar de topdames die er ook zijn vandaag allemaal. Ja. Ja, te veel om op te noemen, hè, Nederlandse dames. Ja, het is eigenlijk een soort van veredeld WK wat we hier hebben staan aan de start. Dus dat is best wel interessant en ik denk voor het publiek heel erg leuk. Want die zien ze natuurlijk heel erg in internationale wedstrijden rijden. En hier gewoon de Zalt Bommel nu live aan de start. Ja. We hebben Fem van Empel die natuurlijk heel goed is. Puk Pietersen, Céline Alvarado, Lucinda Brandt hebben we. Ja, Marian Vos. En dan hebben we nog 5-6 die gewoon in aanmerking kunnen komen. Laatste vraag. We gaan bijna starten, zie ik. Dan gaan we over naar de commentatoren. Wie verwacht jij de winnaar? Ik gok op Fem of Puk. Fem van Empel of Puk Pietersen? Fem kan heeft goede benen met lopen ook. Dus. We gaan het zien. We gaan over naar de commentatoren van vandaag. Dat zijn Jeroen Koster en Thijs Al. Veel plezier met de wedstrijd. 30 seconden. Nationaal kampioenschap. Elite vrouwen. En op de eerste rij alleen maar toppers. Nederland regeert natuurlijk. De Europees kampioen, de wereldkampioen zitten in dit groepje. Maar wie wordt er de Nederlands kampioen? Er is gestart op de Waalkade in Zalt Bommel. U gaat straks een fantastisch parcours zien. Ook een onwaarschijnlijk parcours, hoe het erbij ligt. Parcours uitgetekend op de uiterwaarden.
hier langs de Waal en Uiterwaarden, die zijn er niet voor niets. En dit is weer echt een voorbeeldje dat het water zich niet laat bedwingen. Nou, daar gaan ze het veld in. Ja, en het is Fem van Empel die eigenlijk de snelste start heeft. Kijk, daar zien we het water. Ja, het water komt flink omhoog. En daardoor hebben ze ook voor gekozen om een heel stuk van dit parcours weg te halen. Kijk, oorspronkelijk, u ziet het hek op de voorgrond daar nog. Oorspronkelijk was het parcours nog veel verder. Ja. In dit geval naar rechts, richting het water. Maar het wassende water is langzaam omhoog gekomen. Daar zijn de uiterwaarden ook voor bedoeld natuurlijk. Ja. En het heeft niet zozeer te maken met de waterstand in de Waal, maar met de grote hoeveelheid regen die natuurlijk deze week gevallen is. Ja, nou, maar als de wedstrijd een week later was, dan konden ze hier niet meer fietsen hoor. Dan was hier alleen maar water geweest. Dus het waterniveau stijgt heel snel nu. Op de achtergrond, de toren van Biba Bommel, die kent u allemaal. Eindelijk, ze hebben er 2 jaar op gewacht. 2 jaar lang zouden ze hier het NK organiseren. 2 jaar ging het niet door. 1 keer helemaal geen NK door COVID. En 1 keer konden ze het hier niet COVID-proof, zeg maar, corona-proof organiseren. Toen is het kampioenschap ergens anders heen gegaan. En eindelijk hebben ze hier in Zaltbommel hun kampioenschap. Ja, voorop Fem van Empel, daarachter Lucinda Brandt. En dan Alvarado voor Pietersen. Ja, het zijn de vrouwen die je verwacht. Ja. En is... Marianne Vos toch iets verder naar achter, hoor. En samen met Denise Bretsema. Maar met name het stuk dat we straks gaan zien, Thijs, is loodzwaar. Ze hebben daar 5 minuten voor deze omloop nog besloten om de brug eruit te halen. Lusje plus brug zijn uit het parcours gehaald. Kijk eens. Dit is echt veldlopen. En dit blijft heel lang zo. Er is hier niet te fietsen. Nee. En dat in combinatie met de wind. U ziet straks staan de vlaggen. Ja, dit is ook de eerste keer dat ze materiaal zo naar door komen. Ja, je ziet dat geen enkele dame wisselt nu. Ik denk dat het eerste deel eigenlijk echt modderig is. Maar dat water blijft hier ook staan doordat natuurlijk, de fietsen worden afgespoten. Het water komt er ook weer ergens naartoe. En dat loopt niet weg. Dit is echt tot bijna de knieën. Fem van Empel als eerste door die grote plas heen. Ja, en die fietsen worden schoongemaakt met water inderdaad. Dus dat blijft maar terugkomen. Ja, ze hebben sleuven proberen een soort drainage te creëren. Maar dat werkt een klein beetje dan. En hierachter is de brug die er eigenlijk uitgehaald is. Ja, dus we maken hier een andere lus. En hier kunnen ze eindelijk weer fietsen. Ramon Bakker, herkenbaar aan de grote gestalte. Kreeland formatie. Volgens mij alleen Inge van der Heijden die van fiets gewisseld is. Ja, Van Alphen loopt er nog een stukje door, maar dat is toch niet een goede beslissing. En vooraan de vrouw die we verwachten, de vrouw die gas geeft. Fem van Empel. Ja, en daarachter Puk Pietersen die Lucinda Brandt voorbij gaat. En ziet het gevaar in, die denkt ik moet in 1 keer naar Fem van Empel toe rijden. Ja, die ga je geen 10 seconden geven van hem. Nee, zeker niet. En hier zien we nogmaals hoe ver dat water al omhoog is. Daar. De brug en de snelweg. En dan verdwijnen ze heel even. Dan komen ze hier tevoorschijn. Met vooraan Fem van Empel, leidster in de wereldbeker. Won 6 van de 12 wereldbekerwedstrijden. Europees kampioenen, dat werd ze in name. Dat lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Ja. Vorige week in Zonhoven, wat verkouden. Last van de knie ook. Maar laat er nu geen gras over groeien. En het zijn toch weer de 20ers die het commando van de wedstrijd overnemen. Inderdaad, Vos. Nergens te zien. Brand hangt daar nog een beetje op. Slippertje. Ja, iets lang doorgereden van Puk Pietersen. Maar dit is ook nog en een schuine kant. Ja. En die modder. Ja, ik weet niet wat ze dacht dat ze dit kon fietsen. Maar dat hier is niet aan te raden. Hier is niet te fietsen. Nee. Hier is niet te fietsen. Ja, in de 9e positie Marianne Vos. Hè. Is nog niet aan moment hoor. Nee, Vos die...
natuurlijk gewend is. Maar hier opgehouden, Inge van Heijden. Vos is natuurlijk eigenlijk gewend om altijd voor Van der Heijden en voor Bakker en zo te koersen. Ja. Maar het is gewoon nog niet... Ja, dit is een mooi verschil, hè? Dus Puk Pieters die nog doorrijdt. Dat doet ze heel goed. Alleen daarmee wordt je fiets ook weer wat zwaarder. Dus je laat wat extra modder op je banden. Zo dicht mogelijk langs de hekken, want daar is het misschien nog hard. Daar staat misschien nog een grasprietje overeind. Ja, dan kunnen ze gelukkig hier weer bovenop en dan weer opspringen. Ja, en dan langs de Waal, de dijk, terug. Ja, dit is allemaal nog te overzien. Het is nog vroeg in de wedstrijd. Brand. Alvarado achter Pieters aan. Nog één shot gevangen hier. Ja, je ziet het. Brand die niet in hele goede doen is. Want Alvarado gaat er nu ook voorbij. Heeft natuurlijk wel haar ploeggenoten Puk Pieters ervoor eruit. Maar dat deed er niks. Sowieso hebben die jonkies het voordeel van een wat explosievere start. Brand moet het niet hebben van haar eerste ronde. Nooit zo geweest. Bij Marianne Vos natuurlijk wel. Dat is echt minder geworden in de loop der jaren. Vos zevenvoudig nationaal kampioen. Maar ja, dat zegt niks. Want ze heeft meer wereldtitels dan nationale titels. Om aan te geven hoe moeilijk het is om een NK te winnen. Kijk, hier sluit Pukkietjes aan. Van Empel moest daar van de fiets en Pietersen gaat op het moment dat ze zelf wil. Ja, ze reed tegen het dranghek aan. Tegen het randje. Iedereen zoekt natuurlijk zoveel mogelijk het gras op. En dan het dranghekje. De poten die staan natuurlijk iets verder naar buiten. Of naar binnen eigenlijk. En dan race tegenaan. Nu zien we het nogmaals. Daar rijdt ze er tegenaan. En voet aan de grond. En de kiezer er gelukkig snel voor om gelijk te gaan rennen. Het is kruipen, het is stoempen, het is ploeteren. En dan zitten we nog in ronde 1. Ja. We zijn 7 minuten onderweg. Dit zijn de beste van de wereld. Die komen amper vooruit in dit Gelderse slijk. Ja. Kijk, Pieters is. Ja, maar dit kost heel veel kracht hoor, wat ze nu doet. Ja, ze gaat niet sneller. Nee. En ze zal toch hier moeten afstappen. Ja, dat doet ze nu ook. En zij maakt toch, Thijs, ergens in haar hoofd een rekensom tussen kracht en rendement. Ja, tuurlijk. Maar in de eerste ronde denk je van, ik ga alles proberen en kijken hoe ver ik kom. En dat weten ze nu ook, de dames. En kijk eens hoe dat materiaal te lijden heeft van deze omstandigheden. Ja. Ketting en derrieur, niets is meer van elkaar te onderscheiden bij me. Nee, het laat heel erg aan. Dus de tubers worden heel vol met modder. Ik krijg bijna geen kans omdat het modder weer eraf gaat. Hier zien we hoe in een kleine 8,5, 9 minuten alles uit elkaar geslagen is. We zien daar ook het dorp op de achtergrond. Voor de kijkers van Omroep Gelderland, want die zien het NK natuurlijk ook live uit. Ja, Annemarie Worst, het is niet haar jaren. Worst woont natuurlijk in België tegenwoordig, oorspronkelijk uit Nunspeet. Het is niet haar seizoen, kijk eens. Ja, kijk hier hoe weg ze zak. De enkels zijn bijna niet meer te zien. Allemaal weer een schone fiets. En dit is niet een klein beetje water. Dit is de plek voor een foto, dat snap ik ook wel. Ja. Ja, en dat is de Lucinda Brand hoor, die toch de eerste 3 moet laten gaan. Ja, en daar Worst en Betsema en Worst, Bakker. Betsema, Bakker. En dan pas Vos. Dan pas Vos, ja. Wel goed dat Alvarado kan bijblijven. Ja, is mooi. Met deze twee super talentvolle twintigers. Ja, het is wel een beetje het jaar van de comeback van Alvarado. 4 zegens. De eerste met veel emotie, hè, want ze kwam van ver. Ze won in Niel.
in Heusden-Zolder, in Merksplas en in Gullegum. En dat dan is er één overeenkomst. Dat is allemaal super prestige. Dat oude klassement, regelmatigheidsklassement, is vergelijkbaar met de wereldbeker. Al heel oud, daar heeft ze alles op gezet. Gaat er ook lukken. Alvarado rechts. Kies de andere kant van de weg. Ja, eerste doorkomst. Van Empel kijkt eens om. Ja, voor de rest komt daar pas brand. Dan kan hier normaal gesproken haar macht wel kwijt natuurlijk. Maar na zo'n rondje. Ja, nee, dat... Ik had toch vooraf even verwacht dat ze iets langer bij konden houden. Toch met ervaring en dat het modderig is. Maar na de blessure natuurlijk is het voor haar ook nog echt terugkomen. Vos van Alphen van de Heide. Ja, Lucinda Brandt is echt een gevalletje, een pechjaar. Ja. Viel in de verkenning van de wereldbeker in Tabor, brak haar middenhandsbeentje. En dan denk je, ja, middenhandsbeentje. Maar dat slaat er dan weken terug op het moment dat je er echt moet staan, dat zo'n seizoen begint. 3 weken eruit, vervolgens komt ze terug, stapt ze begin december ziek af in Boom. Kost er weer 3 weken. Ja, dan is eigenlijk de winter bijna voorbij. Ja, nou ja, dus ze is er wel, maar in welke vorm? Welke Lucinda Brandt? Ja, ze wilde natuurlijk te snel terugkomen vanuit het blessure al. Ja, en dan kost het gewoon heel veel energie voor het lichaam en daardoor kan je eigenlijk ook wel zeggen, is ze ziek geworden, ja, dan krijgt ze nog weer een tegenslag. Daar rijdt ze in het midden, Lucinda Brandt. Alleen je maakt de keuze en je hebt helaas voor een in het seizoen van veldrijden heb je gewoon je hebt geen kans op een blessure. Dan kan je beter zeggen, ik vergeet 2 maanden en ik kom dan weer terug. Maar ze was toch te gretig en ze kon de pijn verdrijven. Ik bedoel, ze heeft echt wel met pijn rondgefietst de eerste wedstrijden. En op een gegeven moment zegt het lichaam zelf al van het is genoeg. Annemarie Worst hier keurig voor Lucinda Brandt. Die natuurlijk ook zo reageert omdat ze vorig jaar een geweldig jaar had. Ja, natuurlijk. Ja. Dus ze wilde per se. Kijk eens hier. Alvarado. Ja, die moet echt bijten hoor. Liggen je roots in de Dominicaanse Republiek en dan loop je hier in de klei langs de Waal. Ja. Fantastisch. En ze kan erbij blijven, dat is wel leuk. Want die twee meiden samen met Shirin van Anrooy hebben wel de boel opgeschud. Het is niet alleen dat Vos een jaartje ouder is en Lucinda Brandt een jaartje ouder. Maar die meiden hebben gewoon het niveau weer naar een hoger plan getild. Van Empel, Pietersen, Van Anrooy, als je die zag rijden de laatste maanden. Geweldige duels. En zij kon maar af en toe meedoen. Ja, Vos zal toch niet blij zijn hoor, in deze positie rond te lopen. Nee. Ja, wat heeft Marianne Vos gewonnen deze winter? Hoe vaak? Zal hij makkelijk maken? Ja, dat antwoord is nul. Eén keer. Urban Cross, maar dat was toen de dames Pietersen, Van Empel en Van Anrooy niet meededen. Nee, want dat is een X2O-wedstrijd. Ja. Dus ja, het is even wennen. Ze was nog wel derde op het EK, Vos. Maar deze vrouwen, dat is een... dat is een andere koek. Ja. Van Empel, Pietersen. Pietersen strijdt mee om de nationale titel bij de elite, hè? Moeten we er even bij zeggen. Ja, de belofte dames zijn natuurlijk al net verreden. En Pieters heeft er ook voor gekozen om bij de elite te gaan rijden. Mede ook dat ze hoge verwachtingen heeft van het mountainbiken. Dus ze wil heel graag naar Parijs toe in 2024. En dan moet je al vanaf dit jaar natuurlijk punten verzamelen. Hier loopt Elodie Kuiper. Ketting eraf. Helaas materiaal weg en uit de strijd.
pech. Ja. En kijk, die Alvarado sluit weer aan bij Pietersen. Ja, je zegt het al, ja, ze is 20. Dus in theorie mag zij dus ook nog onder 23. Ja. Dat heeft ze heel lang volgehouden. Sterker nog, in de wereldbeker gaat ze aan de lijn in categorie onder 23. Maar met het WK dat eraan komt en inderdaad ook het mountainbike, dan moet je punten gaan verzamelen. En ze heeft ook gewoon het niveau natuurlijk. Ja. Ja, zeker. 7 geweldige zegens. Ik bedoel, we kijken hier naar het NK, maar dat kan bijna net zo goed het NK of WK zijn. Ja. Als je de uitslagen ziet van de veldritten die er geweest zijn, de wereldbekerwedstrijden, X2O of Superstige, het is zoeken naar de buitenlandse deelnemers. Die brandt hoor, nu voor 6e positie, die heeft het heel zwaar. En hier weer Pieters, die toch wel een stukje verder rijdt. Ja, even agressief laten zien dat je er nog zit. Ja, Pieters erna zetten. Een hele fanatiekeling. Ja, dan hebben Pietersen en Van Empel die omkijkt. Ja, die kijkt even waar nummer 4 is, waar Annemarie Worst is. Die hebben natuurlijk ook altijd nog een goede sprint. Dat is wel een wapen in deze sport. Ja, je dat bijvoorbeeld Lucinda Brand ontbeert. Ja. Dat je hoeft niet weg te rijden. Kijk, hier is het normaal dat de fiets net iets langer doorfietst. Kwakt hem er dan voor hier. Even laten zien dat ze er ook is. Ja. Ja, zo werkt het. Beetje op zijn Wout van Aerts of op zijn Mathieu van der Poels. Ja, ik hou er wel van. Dus een beetje ook gewoon de brutaliteit en gewoon de fietsen volgooien. We zagen de achtvoudig wereldkampioen struggelen met die afdaling. Die schuine kant naar beneden met fiets. Marianne Vos, schrijf haar niet af voor het wereldkampioenschap. Want dat is op een heel ander parcours. Dat is namelijk op een parcours dat normaal gesproken op haar lijf, haar tengelen, lijf geschreven is in Hogerheide. Maar ja, dan moet de vorm er wel zijn. Vooralsnog strijdt Vos ver achter het podium. Ja, als je natuurlijk op trainingskamp bent geweest en je hebt natuurlijk eigenlijk alleen maar op de weg gefietst. En je komt dan in zo'n parcours tegen. Wat natuurlijk minder te fietsen is, maar wel meer te lopen is. En echt cross is. Ja, dan komen de rensters naar boven die natuurlijk de hele winter gewoon vol voor het cross kiezen. Niet toch Puk Pietersen die een beetje ten aanval trekt, hoor. Zet nu toch Fem van Empel onder druk. Een grote contrast is er natuurlijk ook niet tussen bijvoorbeeld in de Spaanse zon. En dan pakken de meesten wel eens een zandstrookje mee. Maar, en hier in Zaltbommel in deze slijk. Ja. Dat is natuurlijk onvergelijkbaar. Los van dat je hard getraind hebt. Dus dat je eigenlijk ligt je piek niet hier maar bij het wereldkampioenschap. Dan deze zware omstandigheden meer lopen dan fietsen. Ja, precies. Nee, het is gewoon heel moeilijk om je krachten over te brengen. Dus daar gaat het vooral om. Dus het is, je kan wel heel hard kunnen fietsen. Maar je moet ook nog de kracht kunnen overbrengen op het parcours. Dus het zijn allemaal smalle tubes waar de rensters mee rijden. Je hebt een klein beetje profiel. Het lijkt heel grof, maar eerlijk gezegd doet het niet zoveel als bijvoorbeeld een mountainbikeband. Ja, en dan moet je eigenlijk leren hoe je daarmee om moet gaan. Dus wanneer moet je zoveel mogelijk trappen? En natuurlijk weet Marianne Vos dat als geen ander. Maar als je gewoon net iets meer op de weg gereden hebt, dan mis je dat net het gevoel. Nou, het gevoel heeft Pieters wel. Heeft nu toch een kleine 2 seconden voordat ze aan het zware loopstuk begint. Maar geen millimeter meer droog is. Nee. Krijgt een nieuwe fiets en dat gebeurt een enkele keer, hè, dat een fiets zo aangegeven moet worden dat je in de post dus ook niet verder kan fietsen. Rechts zie je de verzorgers, ze hebben zelfs pallets en planken neergelegd dat ze nog iets minder door de plas heen moeten lopen. Maar de fiets wordt eigenlijk hoog aangegeven, dus gelijk op de schouder. Het is dus helemaal lopen tot hier. Dan een klein stukje.
Nou, Vlemmel heeft het gat weer dicht gelopen. En dan komen ze over startfinish weer. Ja, en is het jammer dat, dat het net niet twee seconden voor zit. Dan zou een Pieters kunnen profiteren van een twijfelmoment van Fem van Empel. Maar dat, die heeft het gat al gedicht en die gaat nu ook gewoon weer aan de leiding richting de trappen. Twintig minuten gereden met z'n drieën bij elkaar. Komen ze, ja, dit is ook niet makkelijk met een fiets vol modder. Dit, nee, dit zijn kinderkopjes, zeg maar. Nee, kasseitjes. Ja, Pietersen neemt een jelletje. Ja, bij afwezigheid van Puk Pietersen werd Leonie Bentveld, Nederlands kampioen bij de beloftes, afgetekend. Berkel. Ja, dat is natuurlijk echt een hele grote voorsprong. Zit natuurlijk eigenlijk ook al bij een grote Belgische ploeg met een grote omkadering. Ja. Maar kiest er nog wel voor bij de beloftes. En kijk eens hoe lang die weg leeg is. En, Fors, die stapt af. Die is er klaar mee. Ja. Is gevallen, denk ik. Ja, ergens tegen aangereden. Het valt ook een beetje. Ja, die is ergens tegen aangereden. Even overleg. Ja, maar dat is klaar. Ja, die zal toch geen risico nemen? Nee. Dat is niks voor haar. Nee, is niks voor haar. Is iets gebeurd, hoor. Die heeft een super ergens gemaakt. Eens kijken of we daar ergens nog beeld van hebben. Maar het is heel moeilijk om zo'n groot parcours. Ja. Want het is een langgerekt parcours langs de Waal. Met op en af om alles in beeld te kunnen hebben. Maar dit is echt inderdaad de zwanenzang van de wereldkampioenen. En die weet ook, het heeft niet zo heel veel nut om dit dan uit te rijden. Want hier word je niet beter van. Nee, nee, nee. Er zijn wel eens wedstrijden, daar word je beter van als je die uitrijdt. Maar niet, deze niet. Warmte ja, ook zal... wel. En bij de kachel. Ja, het zal fors... het zal niet fors eigen zijn om te zeggen, ik stap hier af. En dan zien we Miranda Bik door de bocht heen glijden. Nee, dat klopt, maar wij hoopten toch dat... Niet weer een valpartij, hoor. Ja. Van Anke Den Brok. Zijn met de been tegen een paal of tegen het dranghek terechtgekomen. Nijmeegse. Ja, het is... De renners zoeken natuurlijk de randjes op waar het droog is. Ja, en dan kan het natuurlijk gebeuren als je dan tegen een pootje van een dranghek aanrijdt... of je haakt tegen een paal aan, ja, dan... Ja, vooraan is het weer veranderd. Alvarado aan de leiding nu. En Pieter zelfs tweede. Ja, ze zouden natuurlijk ideaal ploegspel kunnen spelen nu. Ja, en dat gebeurt niet zo heel vaak bij een nationaal kampioenschap. Maar dat is nu, terwijl wij Marianne Vos op start-finish zien doorkomen. Ja, dit is dus ver rijden. Dat zou nu dus kunnen, want zowel Alvarado als Pietersen rijden voor Alpecin. Ja. Zijn feitelijk zeg maar ploeggenoten van Mathieu van der Poel. Ja. Maar die omkadering, dat management, ja, die heeft meerdere ploegen. Ook meerdere vrouwenploegen zelfs. Meerdere vrouwen daar rijden. Hebben dan al die vrouwen van die veldrijploegen rijden al samen ook weer op de weg. Om het nog eens ingewikkelder te maken. Dan zijn het opeens Phoenix weer, de Koning. Ja, ja, dan zijn het opeens weer teamgenoten. Ja, klopt. Maar Alvarado en Pietersen kunnen nooit achter elkaar aan gaan rijden. Nooit. Dat bestaat niet. Want zo werkt het natuurlijk ook nog. Ja. Je gaat niet Fem van Empel terugbrengen. Dus als Alvarado nu weg is, dan is het niet aan Pietersen. Nee, maar dat, we zagen natuurlijk net ook Alvarado eigenlijk afstand nemen van Brandt. En het gat dichtrijden en in het begin nog wel eventjes Lucinda Brandt meenemen. Dus ik ben benieuwd hoe dit nu gaat, hoor. Alvarado die nu natuurlijk echt wel toch wel een beetje de druk opvoert bij de andere twee dames. Dan zou je zeggen, Pieters, rem één keer te veel of hou eventjes je voeten stil. Ja, maar elkaar helpen is nog wat anders dan elkaar in de weg zitten. Ja, dat is ook zo. Dat is precies de nuance. Ja. Want Pietersen wil zelf winnen. Ja. En daar Vos, ja, inderdaad, opgeven zit niet in haar DNA. Maar ze heeft wel de laatste 35 jaar geleerd om iets beter naar anderen te luisteren. Dan zou iemand toch moeten zeggen, Marjan, dit leidt nergens toe. Nou, ik denk dat ze net echt buiten beeld best wel hard in aanraking gekomen is met iets. Dat zag je ook een beetje, pijn, grimas. Toen pakten ze de fiets weer en toen probeerden ze het weer op een lopen te zetten. En dat, ik denk dat ze nu voelt van nou, het gaat wel goed. En dat, dan is het meestal een ronde aankijken. En als ze na die ronde nog zeggen van nou, het is echt niet goed.
dan zal ze links of rechtsaf richting de camper gaan. Ja, want dan doe je het ook echt nergens voor. Nee. Je zal daar als binnenvaartschipper op de Waal varen en dan kijk je naar rechts. Ja. En dan zie je drie vrouwen ploeteren door de modder. Dan denk je toch echt waarom? Of je denkt, wat zit er in mijn koffie? Maar het is echt zo, nationaal kampioenschap eindelijk in Zaltbommel. We hebben langer moeten wachten. En de beste drie vrouwen van vandaag zijn bij de Hoge Trap, de Dijk. Alvarado, Van Empel en Puk Pieters. En dan bij de watertoren weer rechts naar beneden. De schuine kant die niet te fietsen is, echt nee, niet. Nee, die is helemaal kapot gelopen. Is gisteren ook allerlei wedstrijden geweest. Als je rechtdoor zou gaan, zou het kunnen. Zoals in Namen, maar je moet achter. Ja. Het is echt een verhaal. Ja, Puk Pieters heeft een beetje geprobeerd in het begin nog door te fietsen. Maar dat had dat echt nul zin. Ja, en we hebben het al eens eerder gezegd. Van Empel, die, het koersinzicht wat zij heeft is echt fenomenaal. Dus die nu gaat ze ook niet als derde fietsen, ze fietsen als tweede. Ze houdt eigenlijk de hele wedstrijd onder controle. Dat is echt heel bad. Maar op de bal. De Van Puk Pieters, de namen van Felix de Keuning op dit moment.
8 seconden, hand geklokt op Fem van Empel, Alvarado, daar een seconde achter. Het moet komen van Empel. Ja, Alvarado denkt natuurlijk, jij mag het doen. Kan ze straks profiteren. Heeft ook geen zin in een sprintje met beide. Het is nu 10 seconden hand geklokt. Ja, het leek alsof Alvarado weer het tempo ging opvoeren. Dat is toch weer verrassend hoor. Ze rijdt als tweede weer. Of Van Empel kan het niet. Of ze wil het niet. Nee. We zullen het nooit weten. Ja, daar rijd je toch bijna in het water. En dan moet het van Céline Del Carmen Alvarado komen. Want deze Tuk Pietersen is vertrokken. Geweldig seizoen. Hier zijn tijdverschillen. 9 seconden, 10 seconden. En de rest op een straatlengte. En we dronen even hier over de uiterwaarde. Bij Zaltbommel. Maar een spektakel is daar opgebouwd. En hier de nummers 2 en 3. En op de voorgrond zien we Pietersen. En dit gat groeit. Ja. En dit gat groeit. Het groeit ineens heel snel. Ja, en heeft ze goed uitgekiend hoor. Want vaak Puk Pieters in de aanval, in het begin, net zo lang tot ze eigenlijk niet meer kan. En dan heel tevreden bij spreken, dan nog soms tweede worden. Maar nu toch eigenlijk een beetje rustiger gereden in het begin. Wachten. En nu toch echt al 2 keer toe op hetzelfde positie eigenlijk de aanval gekozen. En nu lukt het er wel, deze ronde. En nu moet Alvarado gelijk weer naar het wiel. Maar dat wordt even zwaar hoor hier. Zeven Marcel zit nu weer in het gedeelte waar we weer gaan fietsen. Van Empel zit te kijken, hè. Die ziet nu van nee, Alvarado zit niet meer in het wiel.
wat over, weet dan ook dat ze niet moet wachten. Wil ze nog aanspraak maken op die trui? Ja, niet knap hoor. Je ziet dan hoe dicht ze langs de dranghekken rijden. Het blijft allemaal goed gaan. Trap op en ze weet nu dat ze nu door moet zetten. Dit is haar kans. Ja, en het mooie is, dan zijn de truien eigenlijk mooi verdeeld. Dan zien we alle truien rondrijden straks, als dit gaat gebeuren. Ze is er nog niet hoor. Nee, ze is er nog niet. Pieters, 20 jaar uit Amersfoort, op weg naar misschien, wie zegt het, rood-wit-blauw. Achter haar rijdt de blauwe trui met de gele sterren van de Europees kampioenen. En op 3,5 minuut inmiddels de wereldkampioene Marianne Vos. Dus inderdaad, drie truien. Ja, ja, ze is gespannen, Puk. Je zag erom kijken, Pieters, net. Daar is Van Empel. Die is toch glij hoor, naar beneden. Je moet echt door het spoor lopen waar Alvarado erin loopt. Daar hebben ze iets meer grip. Maar ze zien elkaar nog. En, het is heel nerveus, Puk Pietersen. Ja, terwijl ze natuurlijk een fantastisch jaar rijdt. Ja. Altijd podium. Ja. Ja, dus je rijdt 15 wedstrijden, je bent 20, 15 wedstrijden, altijd podium. Ja, en dan laten ze nog Puk Pietersen en Fem van Empel beide best wel wat wedstrijden liggen. Dus ze doen geen dubbele weekenden. Wat op zich slim is als je ja, 29 bent. Ja, heel slim, heel slim, heel slim van de ploeg, van de begeleiding eromheen. Want je kan sneller opgebrand zijn dan dat je, ja, zeg maar... Ja, hoe moet je het zeggen, dat je op die positie terechtkomt. Ja, je bent nog jong, maar je wilt lang mee. Ja. Alvarado aan het bijten, hoor. Pietersen wordt in mei pas 21. Ja, misschien naar Alvarado inderdaad een beetje stilvallen. En hier is straks het gat goed te zien. Ja, en hier komt het gedeelte eigenlijk weer waar Pietersen toch wat sterker is. En die draaien en keren, die kan ze goed mee overweg. Hier racen de ronde ervoor, de eerste twee rondes hiervoor racen weg. En eigenlijk de vorige keer, de ronde was daar beslissend. Alle drie in één shot. Ja. Maar alle drie wel bezig aan een ander lusje. Pietersen. Wereldkampioenen, beloftes onder 23, ook de Europees kampioenen onder 23, daarachter Europees kampioenen bij de vrouwen en daarachter de wereldkampioenen van Dubendorf. Alvarado. Hij komt hier ook weer goed doorheen hoor en snel weer op het fietsende gedeelte. Maar het is nog altijd... Ja, het is een handvol seconden. Dus het is binnen een foutje. Ja, nee, dat is echt één valpartij. Of, het is nog nou, altijd binnen een fout. Het veldrijden blijft een materiaalsport. Dus laten we hopen dat alles heel blijft en het niet door materiaal beslist wordt. Maar inderdaad, een valpartij zit in een klein hoekje. Dat hebben we al een aantal keer gezien. Het gat is hier groot hoor, daar moet nog flink uitzoomen. En daaronder komen ze allebei weer. Ja, en dan zegt het genoeg eigenlijk dat Alvarado weer tot het wiel van Van Empel is gekomen. Pietersen op de dijk en er weer vanaf. En de anderen moeten nog lopen. Het zou wat zijn. Het eerste nationaal kampioenschap bij de elite vrouwen, zeg maar, bij de profs. En dan gelijk winnen. Ja. Is niet zoveel gegeven. Mathieu van der Poel deed het wel. Na zijn overstap. Eerste NK onder dit soort omstandigheden was dat overigens. In Veldhoven. Ook een compleet modderbad.
won hij zijn eerste NK bij de profs. Maar ja, die won ook zijn eerste WK bij de profs. Maar het is niet gezegd dat dat deze Puk Pietersen ook niet zal gaan lukken. Waarom niet? Al deze vrouwen zijn ondanks hun leeftijd gewoon kampioen wereld, kandidaat om wereldkampioen te worden in hoge rijden. Ja, je ziet aan de resultaten van alle wedstrijden. Als die dames meedoen, dan worden ze 1 of 2. Of ze staan 2 en 3 op het podium. Ja, dan kan je niks anders dan zeggen dat als het WK eraan komt, dat die ook op het podium staan. En meedoen voor de overwinning. Ook nog in eigen land. Ja, iets de Broekste fiets weggegooid, dus die kwam voor Alvarado terecht. Maar het gaat allemaal goed, gelukkig niet in elkaar gehaakt. En in eigen land, dat wil ook nog wel altijd iets extra's bovenhalen bij de vrouwen. Ja, en hier zien we het verschil. Puk Pietersen, die de achterblijfster. Ines Beijer, het Huse inhaalt. En dan zie je het, het krachtsverschil tussen de dames ook. Ja, Beijer denkt natuurlijk echt, wat gebeurt er hier? Ja, we worden natuurlijk uitgehaald op 80%, maar dat is natuurlijk het gaat er nu uit. Zo'n verschil gekomen. Boven in beeld. Nou, nog een rondje. Wel klinkt voor Puk Pietersen, 41 minuten gereden. Ja. 7 keer dit jaar van de 15 wedstrijden, alle 15 podium, maar 7 zegens. En daar zat een aantal grote bij. Bijvoorbeeld de Wereldbeker in Hulst in Nederland. Ze won in Diegem, ze won in Herentals. En hier de achtervolgers. Er komen hier voorbij op 28 seconden. En dit is 28 seconden. Dat is het normaal gesproken gedaan. Normaal gesproken. Ja, maar jij helemaal als een Alvarado hier vooraf erin schiet. Bijzonder hoor, wat die doet. Ja, dus we kunnen eigenlijk alleen maar concluderen van Empel kan niet. Want anders had ze het geprobeerd. Ja. De Van Empel die we kennen van dit seizoen. Dit geweldige seizoen voor Van Empel. Kan niet anders. Hier zit dus nog de strijd op papier. Ja. Ja, buiten beeld is Puk Pietersen al. Ze is al helemaal uit deze bochten. Daar rijdt ze al. En ja, van stilval is volstrekt geen sprake. Nee. Ja. Kleine... Aan haar gaat het niet liggen. 8 minuten zullen we weten wie de... of ze het ook echt daadwerkelijk volhoudt. Ja, dan is het na deze drie zijn er grote gaten hoor. Naar Lucinda Brandt, Annemarie Worst. Maar het ziet er nog heel goed uit hoor. Maar als je dit ziet, dan denk je hiervoor is Pietersen toch geen lid geworden van wielervereniging. Nee. Wielervereniging Eemland. Destijds als klein pukje in Amersfoort. Het heeft 30-40% van de parcours toch weinig met fietsen te maken. En Van Empel kan Alvarado niet volgen. Nee. Het wonderenswaardig hoor, wat hier gebeurt. De vrouw die bijvoorbeeld de Modder Cross in Dublin, de Wereldbeker, won van Empel. Dat was ook wel een reden dat ik dacht, ja, schrijf hem maar op. Voor vandaag, want dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar geweest. Ja. Er zijn weinig zulke zware wedstrijden geweest deze winter. Winter? Het probleem is, het is meer herfst dan winter. Ja, precies. Er valt zoveel water. Daardoor wisten wij dat het Puk Pietersen was, die kleine... En natuurlijk kan ook nog weer te maken hebben met die knie bij Van Empel. Dus vorige week niet fit en had wel wat last van de knie.
Niet, maar als je veel moet lopen, zal het allemaal niet helpen. Nee, nee. Maar ja, lelijk gevallen in Val d'Isole in de sneeuw bij de wereldbeker. Nee, het enige dat ze is tegengekomen deze winter. En Alvarado neemt afstand. Ja. Plaats 2 bij Fem van Empel. Ja, hij heeft zichzelf nog ook van Empel. Die, ik denk dat ze zichzelf vooral heel veel druk oplegt bij de ploeg, bij een nieuwe ploeg. Ze wil presteren. Lukte er natuurlijk in Baal. En dat, ja, dat speelt ook natuurlijk nog mee. Ja, op de achtergrond speelt het mee. Maar die ploeg weet al lang wat ze in huis hebben. Kijk, ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat is dat, camera's niet droog te houden hier. Mooi werk ook van onze hele technische ploeg. Want gaanbaar is hier werken. De helft van de kabels hangt in het water. Want ze hebben het parcours op dit soort stukken allemaal al naar binnen gehaald. Dit stond gewoon aan het begin van de week. Bij wijze van spreken aan de andere kant van de bomen. Onwaarschijnlijk. Ja, ze hebben bochten aan de kade hebben ze afgesneden. Of ze hebben gewoon hele bochten eruit gehaald. En nou ja, de kabels liggen er nog wel. Dus ja, de technische mensen die dat ook weer vanmiddag, vanavond moeten opruimen. Dat wordt ook nog een aardige zwempartij. Die moet een duik pakken. Ja. Nou, Amersfoort naar voren. Puk Pietersen. Nog één keer de dijk af. Via die schuine kant. Glibberen glijden. Met glans van de schans heette dit vroeger bij Te Land, Te Zee en In de Lucht. Oh, kijk eens. Blijft met moeite overeind. En Van Empel ziet daar, ja, ik wou zeggen waar is Alvarado, maar die was net al het gat in gedoken. Ziet daar Alvarado naar beneden gaan. Ja, en die zit Pieters ineens weer voor zich. Die komt dichter volgens mij. Ja, maar dat gaat ze halen. Dat gaat ze halen, Van Empel. En nu pas over start-finish Marianne Vos. Zien wij voor onze neus langskomen en die gaat dus gewoon uitrijden. Wat een karakter. Ja, dan zal Betsema op plek 4 rijden. Ja, als het goed is, is dit Betsema. Ja, nee, ja, dat, die herkennen we duidelijk. Maar die, ja, die helemaal zwart. Normaal zwart met rood pakje. Maar dit is inderdaad de nummer 4. Denise Betsema van Texel. Die vorige week de wereldbeker liet schieten met oog op de NK. Het heeft wel iets geholpen. Ze is iets fitter, iets frisser. Dat was de reden dat ze niet wilde rijden in Zonhoven. En kijk, Alvarado. Kijk, Alvarado. Ja, Pietersen zit hem natuurlijk ook een beetje in de spaarstand. En dit bedriegt, want Alvarado moet nog lopen tot op de dijk. Twee ploeggenoten gaan hier goud en zilver pakken op het Nederlands kampioenschap veldrijden. In het kletsnatte modderfestijn Zaltbommel. Van Empel, plaats 3. Dat gaat hem wel lukken, want we zagen Betsema ver, ver, ver daarachter. Ja. Langzaam wat drukker bij de finish. En gratis toegang natuurlijk hier. Waar we vanmiddag wat later ook nog naar de mannen gaan kijken. De mooie strijd bij de mannen ook. Maar dit is vooralsnog haar wedstrijd. Puk Pietersen. Ja, en Alvarado kon dan toch echt te laat. Dus echt de finale versnelling heeft ze toch te laat ingezet, hoor. Want ze komt echt flink dichterbij, vergeleken met de ronde hiervoor. Natuurlijk wat je zei, het lijkt natuurlijk een beetje bedrog met camerabeeld, maar... ja, het is toch echt van een seconde van 15 naar een seconde of 8 te gaan, denk ik, hoor. Maar inderdaad, dit gat is nog groot genoeg om te zeggen dat ze zonder valpartij of mechanische pech dit wel gaat volbrengen. Ja, en dan wordt bij afwezigheid van Mathieu van der Poel voorlopig Alpecin de Koning toch de grote winnaar van het NK. Ja. Moeten de mannen nog rijden natuurlijk. Maar hier 1 en 2 worden bij de vrouwen, daar hadden ze echt voor getekend. Ja. Ja, en hier zie je het wel dat Puk Pietersen dit niet meer uit de handen gaat geven.
Nee, Alvarado knokt. Bewonderenswaardig hoor. Goed. Ja, ja, zeker. Lekker dat ze weer terug is. Heeft wat meer gereden dan die jonge meiden. Heeft 24 wedstrijden gereden. Ja. Tegen 15 voor Pietersen. Dat zegt ook wel wat. Alvarado heeft de zinnen gezet op de Super Prestige. Gaat er ook wel lukken. Kijk eens naar dit kunstwerk. Dit modderkunstwerk dat een fiets is. Ja, maar als je natuurlijk alle cross, klassementscrossen rijdt, dan kom je al snel tot die grote aantallen. Ja. Hij heeft ook met keuzes te maken, want Alvarado kwam er in de wereldbeker eigenlijk niet echt aan te pas. Ik geloof 2 keer tweede. Staat dan wel 5, omdat ze allemaal rijdt. Maar geen uitschieters zoals deze jonge vrouw uit Amersfoort ze wel had. Want het is een geweldig seizoen tot nu toe voor Puk Pietersen. En het mooie is, het is eigenlijk ook een goed seizoen voor Van Empel. En het is ook een geweldig seizoen voor Alvarado en voor Van Anrooy. De grote verliezers van dit seizoen zijn Vos en Brand. En misschien ook wel Betsema, die vorig jaar ook veel beter in orde was dan nu. Ja. Maar ze heeft toch de laatste keer een schone fiets gepakt. Maar die gaat er echt niet meer schoon zijn op de foto. Nee. Hier gaat ze nog een keer de modderplas doorheen. De fiets waar ze op rijden, Canyon. Heel mooi spuitwerk hebben ze erop gedaan. Wit en allemaal soort verfspatters. Daar komen nu heel wat modderspetters bij. Ja, dan heb je toch weinig eer van je werk. Als je dat voor een veldrijder moet doen. Daar. Fem van Empel, ja, ook op een schone fiets weer. Kijken naar de laatste bocht. We zien de mensen klappen, want daar komt Puk Pietersen. Voor het eerst doet ze mee bij de grote vrouwen. Vorig jaar nog belofte, maar ze pakt haar allereerste kans gelijk aan. Want Puk Pietersen is de nieuwe Nederlands kampioen veldrijden. En zij mag een jaar in het rood-wit-blauw. Zeer goed gereden. Beetje kat uit de boom gekeken. Eén goed moment gekozen. Langzaam weggeslopen. En voordat Van Empel en Alvarado door hadden, was ze weg. En toen kon Van Empel niet. En Alvarado mocht niet. En Alvarado wel mocht. Was al weg. Ja. En ze krijgt een warm washandje bij moeders, denk ik daar. Ja. En hier Alvarado. 1 en 2 de ploeggenotes. Ja, die kan niet anders dan tevreden zijn. Het zal teleurstellend zal nu nog even er zijn. Maar niks anders dan tevreden kan ze zijn hoor. En Fem van Empel. Die zal niet tevreden zijn. En wat ik al aangaf. Waarschijnlijk het vele lopen. In combinatie met blessure eigenlijk al eindelijk niet. Gaan we later wel van haar horen. Het is voorlopig gewoon haar kampioenschap. Hier het handje. Ja, dames trainen ook vaak met elkaar. En kennen elkaar natuurlijk door en door van de wedstrijden. Ja, sinds de jongere categorie natuurlijk al. Hoewel Van Empel dan relatief laat begonnen is met echt fietsen. Van Empel droomde natuurlijk van een voetbalcarrière. Ja, kon ik opstaan, want zo'n koude straatstenen zitten, dat helpt niemand. Het gaat naar de ploeggenoten. Ja, Alvarado, die is emotioneel, hè? Ja, die is emotioneel. En ik denk ook emotioneel dat ze het toch misschien had verwacht dat ze het zelf al zou kunnen redden. We zien haar vorm langzaam beter worden. En we zien hier de allerbeste aller tijden. Achtvoudige wereldkampioenen met een handje aan het hek. Ik denk dat we er weinig grensters trouwens omhoog hebben zien fietsen. Hoor. Dus wat ze daar weer laat zien is ook wel weer indrukwekkend. Maar ja, het gaat niet voor deze plaats. Vos capituleert niet. Vos rijdt gewoon uit. En misschien niet eens voor zichzelf, maar voor de toeschouwers. Want ook dat is Marianne Vos. Ja. Die mensen zijn niet voor niets gekomen, zegt ze dan. En daar zien we Betsema. We moeten er even op wachten. Plaats 4 voor Betsema. Die had toch gehoopt op iets meer. Liet Zonhoven niet voor niets schieten. Maar als we kijken naar het hele seizoen is dat niet eens zo heel slecht. Want zo vaak eindigde Betsema als deze vrouwen meededen. Niet als vierde. Pietersen op zoek naar een warme tent. Ja, warme tent. Met een tijltje water. Een ander pakje. Beetje warm water.
Nu is hier Annemarie Worst. Ja, Gelderland boven, gaat vijfde worden. Op, denk een minuutje of drie. Ja, zeker wel. Annemarie Worst uit Nunspeet, vijfde op het NK. Nog een redelijk schoon gezicht trouwens. Ongelooflijk. Ja, weinig in wiel gereden, denk ik. Dus en dat is voor het seizoen dat zij kent ook niet eens heel slecht. Alles wat voor haar rijdt is wereldtop. Dat moeten we niet vergeten, blijf ik ook maar steeds zeggen. Ja, we zijn weer terug hier langs het parcours, Reza. We hebben de wedstrijd hier gezien met z'n tweeën. Tussen die dames, heroïsche beelden. Zeker, zeker. Ja, de omstandigheden en ja, het gevecht onderling. Het was fantastisch om te zien. En ja, een fantastische winnares. Mooie winnares, ja. Puk zeker. Pietersen, die pakt hier de Nederlandse titel. Ja, daar had je het toen straks al even over. Hè. Of het wordt Puk of het wordt Fem. En het werd ook echt een strijd tussen deze twee dames, toch? Ja, ja zeker. En uiteindelijk kwam Seilin er ook nog bij, Alvarado. En ja, gewoon een heel mooi onderling gevecht. En ja, je zag op de helft van de wedstrijd dat Puk toch net de betere was overal. En ja, die rijdt zeg maar naar een hele mooie overwinning. En de eerste keer als eigenlijk belofte bij de elite de Nederlandse titel binnenhalen. Ja, dus ja, respect. Want ze fietste altijd nog tussen de belofte hè, en won daar heel veel titels ook. En dit was de eerste keer dat ze dan koos om tussen de elite te gaan fietsen. Ja, ja, dat is een bewuste keuze geweest richting het WK. Van ja, waar ga ik starten? En als je vandaag zeg maar bij de belofte gestart had, dan mag je bij het WK niet bij de elite starten. Dus ja, de keuze is voor haar gevallen om hier zeg maar elite te gaan rijden. Zodat ze het WK ook bij de elite mag starten. Ja, ja. Ja, terwijl hier om ons heen de regen weer uit de lucht komt vallen en wij ons zometeen gaan oppakken voor de mannenwedstrijd. Ja, die omstandigheden worden er niet beter op, hè? Dat zagen we hier net ook al. Ze gaan echt tot verder dan de enkels door de plassen heen. Is dit nog te doen zometeen? Ja, ik denk het wel hoor. Dus het past zich wel weer aan. En ja, we zoeken wel weer ergens een ander spoortje waar het misschien net ietsjes beter is. Ja, ja. En het gaat gewoon door. Het gaat maar gewoon inderdaad, door hier. Als je zeg maar richting de materiaalpost daar, er zitten gewoon grote gaten in. Ja, hier zien we Marianne Vos op de fiets. Oude rot in het vak en gewoon nog door blijven trappen, hè? Ja, heel veel respect voor Marianne. En het is totaal niet haar dag. In principe kan ze natuurlijk eigenlijk ook heel goed. Maar ja, ze is lang op trainingskamp geweest in Spanje. Weinig gecrossed de laatste tijd. En dan ja, zie je dat je het crossgevoel wel een beetje mist. Ja. En ja, die anderen zijn ook wel outstanding, hè? Die zijn ook wel heel erg goed. Ja. Ja. Even naar de Gelderse deelnemsters. Dan hebben we het vooral over Annemarie Worst, die vijfde wordt hier. Ja, hoe deed ze het? Ja, zeker goed. Die kwam natuurlijk al eigenlijk het hele seizoen met een knieklacht. En dan gaat het even goed en dan weer wat tegenslag. En ik denk dat het voor haar een hele mooie uitslag is voor vandaag. Al zal ze zelf wel iets meer gehoopt hebben, maar ik denk... qua omstandigheden en met die knie, dat ze denk ik wel tevreden is. Ja, we zagen ook dat ze lang mee kon fietsen met die eerste dames, dan toch op een gegeven moment af moet haken. Anne Tauber hebben we ook nog in de gaten gehouden, dame uit Nijmegen. Ja, inderdaad. Ja, volgens mij is ze nog net voor Marianne gefinished op een negende plek. Laatste stukje niet helemaal gezien. Ik denk dat ze daar heel blij mee is en dat ze dat mee kan nemen naar haar mountainbike seizoen. Ja, ja. Mooi. We hebben nog iemand die ons even kon vergezellen, Reza. Dat is een ambassadeur van het Nederlands kampioenschap. Maarten Ducro, Maarten, kom erbij. Hi. Dag. Zo, je hebt nog even onder de tent gestaan. Even... Ja, dat helpt goed. Ja, dat... Maar niet heus. Nee, hè? Die helpt niks tegen. Nee. Maarten, jij bent ambassadeur van het Nederlands kampioenschap veldrijden hier in Zaltbommel. Je kijkt met ons mee naar de dameswedstrijd. Prachtige beelden. Is dit veldrijden in optima forma? Ja, dat ligt eraan, als je er als toeschouwer naar kijkt, dan zeg je, wat is dit leuk? Wat kijk ze eens afzien, kijk ze eens ploeteren. Maar als renner had ik gisteren al, hebben ze er van die bochten ingelegd. Ik denk, weet je, ik spring gewoon over het hek, ik moet toch lopen. Ik snij af. Ja. Want waarom ligt die kronkel erin? Ik moet zo weer terug. En dat is wel, ja, het is optima forma. Dit zijn de omstandigheden, hier moet je het mee doen. Dus daar moet je niet over zeiken. Maar als ik organisator was, zou ik volgende keren zorgen dat het niet regende.
En ik zou, het parcours is nu echt zwaar zat van zichzelf. Dus dan kun je het best een beetje rechtdoor leggen. Ze hebben het nu idioot moeilijk gemaakt. Ja, het zijn heel veel bochten. Ja. Het zijn heel veel plekken omhoog, plekken naar beneden. Ja. Korte draaien. En dat mag voor jou wel wat rechter. Nou, wat een wielrenwedstrijd spannend maakt, is als er meer mensen kunnen strijden voor de overwinning. Nou, als je het zo zwaar maakt als dit, dan heb je er één of twee die al sowieso een grote motor in hebben liggen. Dus die steken er dan bovenuit. Dan heb je normaal gesproken nog 3-4 die op techniek erbij kunnen blijven. Nou, hier is niks technisch aan. Dit is gewoon met 0 per uur. Ah, dan nog één ploeteren. Ah, dan halen we het nog. Ja, en dan, dat is, dan hang je aan een soort elastiek. En dat zie je ook bij alle categorieën die ik nu langs heb zien komen. Dat na 2-3 rondjes ligt alles al in de plooi. Dan is het al duidelijk. Ja, ja, ja. Ben je eens, Reza, wat Maarten zegt? Dat het als de omstandigheden zo zijn, dat het dan misschien ook wel wat rechter mag? Maar ik hou hier wel van en ik vind het wel echt cross. Nee, sorry. Maar ik was natuurlijk ook een mooi weerrijder. Eigenlijk een baanrenner ben ik eigenlijk. Ja, dus dat scheelt. Heb ik ooit eens gezegd met Parijs-Roubaix. Ja, die baanrenners komen. Wat ik toen vergat was dat Peter Post daar de snelste tijd ooit had neergezet. Baanrenner puur zang. Ja. Dus, maar ik vind dat snap ik weer niet. Dat rondjes rijden. Dat je denkt, ja, weet je, komt al de keer dezelfde bocht. Dat is heel zwaar. Even, dit is puur wat Marianne Vos hier laat zien. Maar dat maakt het ook wel duidelijk. Je moet helemaal op je allerbeste top zijn. Wil je hier gewoon mee kunnen doen. En dat bedoel ik na 3 rondjes. Eigenlijk bij de junior heb ik al gezien. Na 1 rondje ligt het al in de plooi. Ja, ja, er staken er 3 vandaag bovenuit. En die maakten het uit wie de winnaar is. Puk Pieters, een mooie winnaar van het Nederlands kampioenschap hier. Net meedoen hè, voor het eerst en dan bang. En dan direct pakken, ja. Ja, ja. Maar Maarten, jij bent ambassadeur. Je komt uit de Bommelerwaard. Ik kom uit Zeeland en ik woon hier al 25 jaar. Ja, precies. En ja. Ik doe voor de NOS. Dus als je hier dan niet ambassadeur is. En bovendien, de mensen die dit op hebben gezet, die komen dus uit het niets. Zijn geen wielrenmensen. Dat zijn jonge, enthousiaste puppies met eigen bedrijven. En dit is zo knap wat die geflikt hebben hier. Ja, ja. Zijn ze al heel lang mee bezig. Hè? Sinds 2018 wilden ze al heel graag hier dat Nederlands kampioenschap naartoe halen. Maar alleen toen kwam er een beetje corona tussendoor. Ja. Hoe is het hier om hier te zijn als ambassadeur? Nou ja, wat doe je eigenlijk de hele dag? Nou, ik ken iedereen in alle standen en iedereen kent mij. Want van fietsen kennen ze me natuurlijk, maar ik woon hier al 25 jaar. Dus ik kom de hele tijd, vooral mensen die... Oh, ben nou niet onderhand een keer klaar met dat wielrennen? Want Zaltbommel is natuurlijk wel een beetje een gegoed stadje, weet je wel. En wielrennen is een sport van het volk. Dus ja, dit zijn tennissers en golfers. Die zitten allemaal, oh, moet jij nou met dat veld rijden en de koers? En daar staan ze hier. Ja. Ik zeg, ja, hallo. De volgende keer ben je aan de beurt. Dus het is... Is de Bommelerwaard, is dat een beetje wielergek, wielerminded? Ja, Brabant is natuurlijk een wielrennest, maar dit ligt... Mensen denken wel eens dat Zaltbommel, dat het in Brabant ligt. Nee. Dat is echt niet waar. Maak die fout niet. Ze praten hier anders. Die Brabo's die praten echt heel gek. Maar het hoort er wel een beetje bij. We schurken er zo tegenaan. Ja. En Lars Boom is hier aan de andere kant van de rivier. Marianne Vos is hier aan de andere kant. Dat is allemaal vlakbij. Ja, ja, ja. Ja, Bommel, echt wel een wielrenner. Ja, ja, ja. En mooi gebied ook hier tussen de rivieren. Ja, de rivier die komt hier bijna het veld op. Ja, ik ben kanoer ook na dat fietsen. Dus ik train hier altijd om te varen en doen. Maar dit is zeldzaam dat het water echt in... Kijk, de uiterwaarden staan er wel onder water, maar dit is in de stad. Ja. Ja, als we hier maandag hadden gekoerst, was het prachtig geweest. Helemaal glad en technisch en noem maar op. En nu is het echt, ja. Ja. Het water komt niet alleen vandaar. We zijn net op tijd, hè? Want de jongens moeten hier straks het parcours afbouwen. Want het water schijnt nog hoger te komen en dan hier straks helemaal over het veld te komen. Ja, dat schijnt, dat is gewoon zo. Het kwelt al van onderaf, het kwelwater. Dus het komt al van onderaf naar boven toe. Ja. Ja. Hey, Maarten, wat gaat de ambassadeur zo meteen doen? We maken ons op voor de herenwedstrijd. Ga jij de VIP-tent in of wat doe jij hier vanmiddag? Ja, heb je mijn laars al gezien? Ah. De VIP-tent zijn allemaal mensen met hoge hakken en nette schoenen en weet ik veel wat. En ik vind wel dat ik wil het gewoon zien. Dat ruiken, proeven, voelen, dat is wel natuurlijk... Het summum. Ja. En ik ga het ze zo meteen ook vertellen. Die VIP's die staan er een beetje bier te hijsen en mooi te zijn. Maar het leuke is natuurlijk gewoon rond te lopen. Ja, dat is een beetje koud. Ja, goh, had je maar hier niet geboren moeten worden. Hoort erbij, hè, bij het veldrijden.
Ja. Wat is het probleem? Ja. Mooi. Dank je dat je even aan wilde schuiven. Ja, graag gedaan, veel plezier zometeen bij de mannenwedstrijd. Daar gaan we ons voor opmaken zometeen. Net op Joris Nieuwenhuis. Joris Nieuwenhuis, hè? Ja. Heel goed dat je het zegt. Die inderdaad. Lange benen en die Lars van Haar is op papier wel de beste. Maar die heeft verrekte korte beentjes. En dan moet hij hier toch allemaal doorheen ploeteren. Dus, ja. Of hoe zie jij dat? Wij zijn ook een beetje voor Joris Nieuwenhuis uit Gelderland, hè? Ja. Zelf, ja. Maar we gaan eerst even kijken naar Annemarie Worst uit Nunspeet. De Gelderse dame die hier vijfde werd vandaag. Haar reactie op deze prachtige wedstrijd. Ja, kijk, was even. Kijk. Inmiddels de eerste vijf gefinished. In afwachting zijn we van de binnenkomsten van Lucinda Brandt, van Liek van Alphen, van Bakker. Dat wil ze hier op de waalkader in. Dat betekent dat wij de handjes naar elkaar gaan brengen. Annemarie, mogen we wat vragen? Kijk naar de binnenkomst van Lucinda Brandt. Annemarie, hoe zwaar was het? Heel zwaar. Het was niet echt veldrijden, het was meer een hardloopwedstrijd. Maar ja, dat ook eens moet hebben. Top 3 ging al heel snel vandoor. Hè? Het was moeilijk veel nog mee te doen voor het podium. Ja, op het begin maakte een beetje van foutjes. En er waren 3 weg en op een rondje dit kon ik er niet dichtrijden. Maar ben je toch redelijk tevreden over hoe het gegaan is? Nee. Ja, je had het podium gewild, hè? Ja, ik ben wel tevreden als je wint als je podium rijdt. Maar ja, het zwaar rondje. Jij hebt sowieso natuurlijk best wel een pittige periode gehad, hè? Qua blessureleed en zo. Je bent wel weer topfit? Nee, zeker niet topfit. Als ik topfit ben, kan ik winnen, maar dat ben ik nu niet. Dus het is gewoon een beetje een lastig seizoen, maar ja, ik probeer het beste van te maken. Ja, wat ga je nog doen dit seizoen? Komend WK en dan gewoon het seizoen afmaken. Ja. Zit er nog verbetering in, denk ik, fysiek voor jou? Ja, het is nog 2 weken. Als ik nog 2 weken goed kan trainen, dan hoop ik toch een beetje het gat mee dicht te maken. Maar ja, het wordt allemaal lastig. Iedereen is goed, dus ja. Ja goed, het Nederlands kampioenschap is een soort WK, hè? Ja, klopt. Zo. Iedereen rijdt hier goed. En ik denk dat het Nederlands ook gaat voor de overwinning op het WK. Dus ja, man, restje. Ja, succes met de modder eraf krijgen. Dank u wel. Van nationaal kampioen Puk Pietersen. Feilindo, Carmen Alvarado en Fan van Empel. Nog een paar dames zitten in die allerlaatste ronde hier nog één keer langs. Annemarie Worst, inderdaad, zagen we haar. Jan zei al, succes met de modder eraf halen. Want die fiets die moet helemaal uit elkaar, die moet schoongemaakt worden. Ja, zeker. Ja, en daar, ik denk dat Annemarie dat zelf niet hoeft te doen. Dat daar wel mensen voor mee heeft. Maar dat is best wel een kawaii. En kijk, in de wedstrijd zelf dan spuit ze hem snel af dat alles weer draait. Maar dat is natuurlijk niet dat hij echt schoon is. Dus na zo'n wedstrijd dan bij de topteams zal het een en ander wel uit elkaar worden gehaald. Omdat weer, en we zagen daar de banden ook helemaal vol zitten met modder. Zeker. Over banden gesproken. Ja. Leuk, want ja... Reza, jij weet veel van veldrijden af. Jij weet ook veel van welke techniek daarbij hoort. Ja. En ook welke banden daarbij moeten. Dat is leuk, je hebt er een paar meegenomen. Ja, inderdaad. En dan vind ik het leuk, dan zie ik hier 3 verschillende banden. Leg eens uit, op welke band fietsen ze nou vandaag? Nou, ten eerste zeg maar veldrijden. Als je het goed wil doen, is het wel handig om zeg maar op tubes te gaan rijden. En tubes is iets anders dan een draadband. Een draadband leg je zeg maar met een binnenband op de velg. En een tube die kit je zeg maar op de velg. En daar zit dus een binnenband in. Dus dit ga je zeg maar op de velg plakken. Ja. En dan wat is daar het voordeel van? Die wangen zijn wat soepeler. Of veel soepeler. Waardoor je zeg maar veel meer grip kan krijgen. Dus je kan ook met een lagere bandendruk gaan rijden. Oké, maar dan heb je dus tubes en dan heb je hier zit dan het rubber met veel verschillende profielen. Ja, precies. Waar kiezen ze vandaag voor? Nou, vandaag gaat het zeg maar in deze omstandigheden zo grof mogelijke band. Normaal gesproken pakken ze een Grifo, dat is een beetje een allround band. Dan kan je heel veel, dan kan je in het zand, als het een beetje modderig is, dan heb je hier vaak genoeg aan. Dan heb je zeg maar de Rhino, daar hebben heel veel mensen het over. De Rhino is de modderband. De meesten zullen hiermee rijden op het moment. Ja. En dit is nog een prototype band, dus de Ernst die is nog niet in productie. Dus ik denk maar dat de meesten hierop hebben gereden. Je vertelde al, hier doen ze vaak mee motorbiken met dit soort banden. Ja, dit is een profiel wat uit de mountainbike sport komt. Ja. Het zijn echt blokjes. En voor vandaag, als je het meest ideale zou willen creëren, zou ik zeg maar deze voor
leggen en deze achter voor de tractie. Voor de grip, ja. Ja, ja. Voor de grip inderdaad. Ja, ja. Dus en dan mooi. Moet je nog gaan kijken van wat ga ik in mijn banden pompen. Hè? Dus lekker lage bandendruk, dan wordt die tube wat breder. Heb je nog meer loopvlak eigenlijk en waardoor je zeg maar meer grip kan creëren. Maar ja, sterke benen zijn vandaar ook wel fijn, hè? Want er wordt veel gelopen. Ja, ja, precies. Ja, nee, als je goede banden hebt en geen goede benen, dan... Dan wordt het wel wat vandaag, ja. Ja, dan mis je toch nog iets. Dus. We gaan ons opmaken voor de mannenwedstrijd. Die komt er zo aan. Okay. De dames hebben we gehad. Waar de dames zo'n beetje de beste zijn van de wereld. Hè? Een hele grote top van de Nederlandse dames in de wereld ook vooraan fietsen. Hoe zit dat bij de mannen? Dan denk ik dat de Belgen daar voorop lopen, maar dat wij toch wel zeg maar richting tweede plek wel komen op het moment. Ja. We hebben natuurlijk ook wel gewoon met Mathieu van der Poel, Lars van der Haar, toch wel ook al hele sterke renners die in de wereldbekerwedstrijden ook top 3-5 altijd wel rijden. Ja, ja, geen Mathieu van der Poel, je noemt zijn naam al eventjes vandaag. Helaas, hij is er niet bij. Waarom niet? Ja, hij heeft gewoon een andere keuze gemaakt. Kijk, hij heeft een hoge heide, staat bij hem omcirkeld. En daarna begint al heel snel zeg maar, het wegseizoen waar hij zeg maar, zich ook aan het op moet voorbereiden. En dat betekent dat hij zeg maar, toch wel wat omvang moet trainen. En dat doe je niet zeg maar, hier in Nederland in de winter. Dus die zit lekker in Spanje en die gaat daar zijn uurtjes maken. En die piekt zeg maar, naar hoge heide en daarna gaat hij door... richting de voorjaarsklassiekers voor op de weg. Ja. Is het jammer dat hij er niet bij fietst vandaag hier in Zaltbommel? Ja, ik vind het persoonlijk zeker jammer. Het is natuurlijk hartstikke mooi om zeg maar, zo iemand hier te zien rijden hier in Nederland. Maar goed, in Hoge Heide gaan we hem terugzien natuurlijk. En een publiekstrekker ook, hè? Zeker. Maar we hebben Lars van der Haar hier vandaag fietsen. Maakt een grote kans. Even kijken naar de Gelderse deelnemers. De heren die hier rond fietsen vandaag. Ja, daar hebben we ook niet daar gaat ook iemand voor het eremetaal. Ja, ik denk dat Joris Nieuwenhuis echt wel ook wel een kanshebber hier is. Ja, Joris Nieuwenhuis uit Zelhem. Ja. Kan die meegaan doen om de titel? Kijk, het is echt een off-road renner. Hij is er wel een paar jaar uit geweest door op de weg een tijdje te gaan rijden. Maar je ziet toch dat hij echt een off-road hart heeft. En vanaf oktober heeft hij een plaatsje kunnen krijgen bij Sven Nys in het team. En heeft daardoor wel zeg maar, een andere voorbereiding gehad dan de gemiddelde veldrijder. Waardoor hij wat later het seizoen is begonnen. Ik vond het begin van het seizoen erg sterk rijden. De laatste paar weken ietsjes minder. Ja. Maar goed, ik weet het niet. Het is weer zo'n open wedstrijd. Het is een kampioenschap. Dus er kan denk ik van alles gebeuren. En we gaan het meemaken. We gaan het meemaken, ja. Joris Nieuwenhuis inderdaad staat dus zometeen aan de start hier bij de heren. En onze verslaggever Jan Sommerdijk die zocht hem vanochtend eventjes op om te vragen hoe hij ervoor staat. Ja, Joris Nieuwenhuis, je hebt steun vanuit de Achterhoek vandaag, hè? Ja, in ieder geval de kampioenschappen bijna altijd. WK ook altijd. WK komen ze ook met een hele bus. Naar Hoge Heide toe. Dat is altijd wel fijn voor de support. Het parcours vandaag, extreem hè? Ja, ik denk gisteren viel het nog mee. Gisteren regende het hele dag. En wanneer het nat ligt, dan kun je er eigenlijk overal nog wel doorheen rijden. Dus ik denk dat het vandaag nog erger wordt, omdat het opdroogt. En dan wordt het helemaal moeilijk om doorheen te rijden. Dus er wordt veel lopen, denk ik. Daar hou je niet zo van. Je hebt liever dat het veel fiets is. Ja, liever wel inderdaad. Maar dat is veldrijden. Ik bedoel, daar doe je niks aan. En dit moet ik ook gewoon goed kunnen. Dus we gaan het zien. Goed kunnen? Is dat een medaille halen? Ja, daar kom ik je wel voor, ja. Ik hoop het. We gaan ervoor. Ja. We verwachten dat hij vandaag gaat winnen. Hij is nu wel favoriet, of een van de favorieten bij Van der Haar, denk ik. En we gaan al 7, 8 jaar volgen we Joris al vanaf dat hij wereldkampioen werd. Dus we zijn er vandaag weer bij. En over 3 weken zijn we er ook weer. Ja. Wat vinden jullie ervan? Is Zaltbommel? Ja, het is een mooi plekje hier. Het is wel een beetje modderig. Maar voor Joris is het alleen maar goed. Die fietst alleen maar. Hij hoeft niet te lopen. Dus ik denk dat hij vandaag een grote kans maakt. Nou, dus een Achterhoeksfeestje? Daar gaan we er wel van uit, ja. Is tot nu toe bevallen de focus weer op het veldrijden leggen in plaats van op de weg? Goed. Beter dan verwacht eigenlijk. We hadden gehoopt om in ieder geval richting het einde van het seizoen een paar keer een uitschieter te hebben richting een top 5 of richting een mooie uitslag. Maar dat
ging in het begin eigenlijk meteen al heel goed. Ik reed al een paar keer mooie uitslagen, vierde op de EK. Eigenlijk is mijn seizoen al geslaagd. Ik mag daar niet over klagen, dus nee, dat bevalt heel goed. Ja. Nu nog een medaille erbij en dan is het al bijna af. Ja, dan is het helemaal geslaagd. Kers op de taart. Ja, kers op de taart, dat zegt hij inderdaad al. Hè. Het zou mooi zijn als hij medaille gaat halen hier, daar gaat hij ook voor. Wie weet, hè? Ja, in deze omstandigheden kan het maar zo dat je ook met een trui naar huis gaat. Ja, dat kan zeker. Kijk, Lars is natuurlijk denk ik wel favoriet vandaag. Lars van der Haar heeft Lars van der Haar, inderdaad. En ik sprak hem vrijdag even. Hij was hier toen aan het trainen. En hij zei, ja, een fantastisch mooi parcours. Maar ik hoop dat zondag niet zoveel lopen is als ik verwacht. Want ja, hij is natuurlijk net iets kleiner dan de gemiddelde veldrijder. Waardoor je met lopen toch denk ik een beetje minder... bent dan zeg maar de mensen die wat langere benen hebben. Ja, ja, ja. En we hebben net gezien in de dameswedstrijd dat er flink gelopen wordt hier op het parcours. Dat moet ook wel. Terwijl de heren klaarstaan, hè, dan zien we ze al. Dit is het moment dat iedereen nog even in concentratie zit. Of wat gebeurt hier? Ja, je zit daar echt al in je focus. Hè. Je gaat al visualiseren van hoe gaat die start zijn. En bij een start is het nu fantastisch moeilijk om direct in je pedaal te schieten. Hè. Dus dat is iets ook wat je iedere week al een aantal keren traint. Hè. Dat moet een soort automatisme worden. En dan alsnog heb je de kans dat je soms niet direct inkomt. Ja, ja. Maar het is wel heel belangrijk dat je gelijk in die pedaal schiet. Door accelereert en je plaats op. Het is heel vaak, je komt met z'n allen op die bocht af. Dus het komt in een trechter. Ja, en als jij denkt van nou laat die ander voorgaan, dan zit je zo een paar plekken naar achter. Dus je moet ieder gaatje opeisen. In dit veld ook lastig om in te halen? Ja, weet je, dit is een vrij korte start tot aan de eerste bocht. En dan ga je gelijk het zand op. Ja, en dan is het gaan. Ja. Ja. Joris Nieuwenhuis, hè, we zeiden het al eventjes, gaat wellicht voor de trui, voor goud vandaag. In ieder geval eer in metaal, dat is een doel. Over 3 weken, wereldkampioenschap. Ja, Hoge Heide, Nederland. Ja, in Nederland. Wie is die daar ook bij dan? Ik denk dat hij zeker daarbij zal zijn. Kijk, het gaat even over startplekken, landenklassementen. Je hebt een beperkt aantal starters, startplekken per land. Ja, inderdaad. Als we heel even kijken naar het landenklassement. Dat gaat zeg maar, of dus de aantal startplekken, dat is afhankelijk van waar Nederland eindigt na de laatste wereldbekerwedstrijd in Besançon. Als Nederland bij de eerste 3 staat, dan mogen ze 7 renners afvaardigen naar het wereldkampioenschap. Ja, ja. Hoort Joris Nieuwenhuis wel bij. Zeker bij. Ja, ja. Ja, en als we bij de dames gaan kijken, dan hebben we wellicht 9 startplekken. Omdat Fem van Empel al Europees kampioen is, die gaat op eigen titel mee. En Marianne Vos is uittredend wereldkampioen. Dus die mag ook een startplek. En er is eventueel een 10e startplek mogelijk wanneer Fem van Empel de wereldbeker niet wint, maar bijvoorbeeld Puk. Dan zou je nog een 10e startplek hebben. Oké, ja, wordt het dan heel erg Nederlands veld? Ja, inderdaad. Maar we hebben ook wel heel veel Nederlandse dames. En er zijn gewoon wel 10 dames die op een wereldkampioenschap eigenlijk mogen acteren. Ja, ja, ja. Dat is iets, bij de heren ligt dat iets anders. We riepen net al Mathieu van der Poel, Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis. Ja. Hebben we nog meer Gelderse wellicht ook die aan kunnen haken bij de top de komende jaren? De komende jaren. Ja, er zit wel wat aan te komen. Kijk, want vandaag rijden ook de beloften mee, zeg maar, bij de elite in dezelfde wedstrijd. Ja. En daar hebben we wel even kijken, als we hebben over Gelderland. Ja, bijvoorbeeld Rens Teunissen van Maanen, het is eigenlijk een mountainbiker, maar hij komt wel goed uit de voeten, zeg maar, ook in het veld. Ja. Ja. Dus ja, die zou wel misschien de komende jaren wel... iets kunnen laten zien. We hebben nog Hugo Kars, Bram Gerritsen. Ja, er zijn wel jonge jongens die misschien wel aankomen. Dan zien we Joris in beeld. Hè. Nu gaat het jasje ook uit. Ik hoor volgens mij op de achtergrond nog 2 minuten voor de start. En dat betekent dus dat je je nu gaat klaarmaken. Ja. Strakke kopjes allemaal, hè? Zeker, ja, het is spannend altijd. Je wil in die focus blijven.
juiste versnelling. Ja. Als het groen wordt of het signaal gaat van we kunnen gaan, ja, dan ga je. Je zit er gewoon helemaal in op dit moment. En dit zijn dan, ja, hier zien we Lars van der Haar natuurlijk, hè? Ja. Met, ja. Ja, Lars zei nog van ja, ik verwacht ook Mees Hendricks ook wel als een goede outsider. Okay. Ja. Dus ja, ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Pim Ronha die natuurlijk aan de start staat. En dan is het klaarmaken voor de wedstrijd. En je vertelde net ook, naast de elite heren die we hier allemaal zien, fietsen ook de belofte mee. Ja, de onder 23. Dat was niet bij de dames zo. Nee, die hadden een aparte wedstrijd inderdaad. Ja, ik weet eigenlijk niet waarom ze niet voor de belofte ook een aparte wedstrijd hebben gekozen. Ja, ja. Dus dat betekent dus dat we de jongelingen, de belofte, tussen de grote mannen zien fietsen. Ja, ja, precies. En dat is wel even lastig, denk ik, of niet, tactisch gezien? Ja, want ik denk wel, ja, er zijn natuurlijk wel twee truien te winnen, zeg maar. En dus het wordt denk ik voor het publiek ook een beetje lastig. Waarschijnlijk hebben ze iets gedaan met de rugnummers. Of een andere kleur of een andere serie, cijfers. Maar ja, dat moeten we even gaan bekijken zo. We gaan het zien. We gaan ons opmaken voor de start. De heren Jeroen Koster en Thijs Al, die komen er vast wel uit, denk ik. Veel plezier met de wedstrijd hier van de mannen in Zaltbommel. Geboren in de Doetinchem voor de kijkers van Omroep Gelderland natuurlijk, Shellem. Ja, en iets mindere start van Lars van der Haar, die wordt toch weggedrumd. Ja, die gaat zich naar plaats 10 denk ik zelfs, helemaal aan de binnenkant. Joris Nieuwhuis die als eerste het veld in gaat duiken voor Tibor Del Grosso. Oh. En hier dus een pech voor Jesper Schins. Is ketting eraf, dus iemand tegen de achterdeur gereden. Zoals gezegd, Joris Nieuwhuis voor Tibor Del Grosso. Het is de man het Zelm, inderdaad. En Corné van Kessel in Stanford 3. Stanford 3 die altijd een sterke starter is. En een heel lang lint. En dat komt dus omdat er ook beloftes meerijden. Ik zeg het nog één keer, want het kan wat verwarrend zijn. Nog altijd. Joris Nieuwhuis die geweldige rentree had eigenlijk in het veld rijden. De laatste week is het wat minder, maar... Kijk hem eens rijden voor zover je van de thuiswedstrijd kunt spreken. Het is wel een echte man uit Gelderland. Maar Gelderland is natuurlijk heel groot en heel lang. Paaltje gebruiken. Ja, het voordeel dat hij hier dat hij kan blijven fietsen. Hij kan zijn eigen lijnen rijden. Maar voor de vierde positie zien we Lars van der Haar. Die moet toch wat keuzes maken. Soms wat langer lopen. En zoals je al aangaf, die is het ook niet gewend om natuurlijk tegenstand te hebben van zijn eigen ploeggenoten. Ja, en houdt ook niet van lopen, daar kunnen we eerlijk over zijn. Lars van der Haar is niet een fan van lange loopstukken. Nou, dan kan hij straks te hard ophalen. Daar, deze Lars van der Haar met de nummer 1. Ja, hij rijdt dus achter Tibor Del Grosso. En dat is dus eigenlijk weer een belofte renner. Om het eventjes weer iets makkelijker te maken. Voor de kijkers. Nog jonkie. Het is gewoon een Nederlander. Zijn naam zet iedereen altijd in uitslag op het verkeerde been. En ook zij tot ver over de enkels. Tot ver, zeg maar, tot soklengte in de blubber. En niet zozeer met dank aan de Waal die daar het eeuwige decor vormt hier. Maar gewoon met dank aan al dat water dat afgelopen week is gevallen. De organisatie had geen problemen met het stijgende water, maar met het vallende water, zeiden ze. Vooral daar rechts, als je niet de post in gaat kijken, is waar Joris Nieuwhuis bijna ik worstel en ik kom boven ongeveer moet doen. Rijn Kamp, de enige renner die van fiets gewisseld is. Lars van der Haar in vierde positie. Ja, Del Grosso hangt er nog altijd keurig bij in de tweede positie. Ik zie ook goed verburgd daar, van voren. Ja, en achter Lars van der Haar is het Pim Ronnaar. Die er ook voor gekozen heeft om bij de elite te rijden. Ja, wat in theorie zou kunnen, is dat een belofte renner bij de eerste drie zit. Ja. En dan mag hij niet op het podium van de elites... Maar dan gaat hij op het podium van de
beloftes. En er is één renner waarvan ik me dat kan herinneren. En dat is de man die op kop rijdt, Joris Nieuwhuis. In 2017 in Sint-Michels-Gestel. Ja, en later hebben we het nog een keer gehad met Mees Hendricks. Ja, met de jonge Mees Hendricks. Maar Nieuwhuis was echt verrassend in zijn beloftewedstrijd in Sint-Michels-Gestel. Hij werd derde in de wedstrijd. Werd dus Nederlands kampioen bij de beloftes. De man met de baard die nu boven aan de dijk is. Ja, en houdt van deze omstandigheden. Dus dat... En de nummer vier daar was Lars van der Haren. Die stond eigenlijk alsnog met brons op het podium. Had hij zelf niet eens opgerekend, maar het was wel zo. Nou, hij is in ieder geval goed vertrokken. Het scheelt natuurlijk ook dat voor een aantal van deze mannen wordt hun adem altijd afgesneden in de eerste rondes in een internationale wedstrijd. Als je en Van der Poel hebt, en Van Aert, en Pidcock, dat soort mannen, en een goede Zweek, die eerste ronde worden ze helemaal kapot gereden. En nu is het begintempo toch iets anders. En dan komen ze toch bovendrijven. Maar het is glibben en glijden hier, hoor. We moeten hun voeten goed neerzetten. Nou, de Haverdings hier naar achteren stond op de eerste startrij. David. Ja, als je met zoveel op deze bocht aankomt, dan kan het eigenlijk alleen maar behoedzaam. En dat kost natuurlijk heel veel tijd daar. Ja, en nu gaat bij de hand Tibor Grosso aan de leiding. Tijd voor de Metec-ploeg en zijn ploegrijder Adrie van Houwelingen. Die komt uit Zaltbommel, dus die wil wat laten zien. Maar je zou toch zeggen tegen die jonge Tibor, blijf lekker bij die elite in het wiel zitten. Ja, dit is echt jonge overmacht, toch? Ja. Maar nu laat nu Joris Nieuwhuis weer kop overnemen. Hij rijdt hier dus heel handig omhoog. En de regen steekt ontzettend op, Thijs. Ja. Ik ben blij dat we hier in een wagen, nou ja, laten we zeggen, voorlopig is het nog droog. Ja. En wat Tibor nu doet, dat deed de laatste ronde, deed Marianne Vos daar ook zo op die manier omhoog. Die heeft het misschien handig afgekeken. Ja, respect voor de toeschouwers die aan de kant staan hier, hoor. Kijk die paraplu's waaien. Kijk die mensen. Mutsen, capuchons. Er is niets meer droog. Kijk, en daar wordt Del Grosso even tot de orde geroepen. Hier zie je het weer, hè? Ronnaar en Van Kessel die het vandaag weer moeilijk maken. Van de derde positie in één keer weer naar de vijfde positie. Del Grosso die het tranghek proberen te gebruiken. Dus handje erop en rek zich naar voren. Vorige week derde in Zonhoven natuurlijk bij de beloftes. Ja. Is ook echt wel iemand die wat in huis heeft. Zeker weten. En pas 19, hè? Ja, en, in de categorie onder 23. Dus die heeft nog even. Heel groot talent en daar gaan we nog veel van horen. En zo wordt dit wel een idyllisch een psychedelisch plaatje bijna met al die druppels. Ja, gelukkig heb je het als je koerst, heb je het gewoon niet door, hoor. Dus of het nou heel hard regent of wat minder hard regent, heb je niet meer door. Je wordt toch al nat. De renners rijden hier vol door de blubber heen, door de plas heen. Daar word je al nat door. Soms moet je dan bijna na afloop van de koers vragen van heeft het nog geregend? Of je ziet het eigenlijk aan de verzorgers wel aan de kant hoe nat ze zijn. Hier zal de eerste keer wisselzone zijn. Dus gaan alle renners van fiets wisselen. Ze rijden lang door. Schoon materiaal willen ze natuurlijk. Ja. We zien hier rechts dan ook de mechaniciens rennen met een smerige fiets naar de afspuitplaats. Ja, dus je probeert zo snel mogelijk bij de afspuitplaats te zijn. Hier Rijn Kamp, nieuwe fiets gekregen. Tweede keer al deze ronde, dus wellicht halve ronde ervoor een probleem gehad. Maar nog steeds Joris Nieuwhuis die het tempo bepaalt, hoor. Ja, het is niet het jaar van Kamp, hè. Kamp stormachtig, maar gevallen, hersenschudding. Kamp kan vooraan niet mee. Nee, en hier Pim Ronna die het gaat dicht in één keer, hoor, naar Joris Nieuwhuis. Ja,
wat gaan ze doen dan op de weg, hè? Dus Las van Aar, die ziet het, hoor. Die is zo geslepen, die laat echt geen gat vallen op de weg. En Van der Haar, met zijn ervaring, Las is 31 inmiddels, die weet natuurlijk, laat ze maar uitrazen. Die rijdt een Puk Pietersen-achtige wedstrijd natuurlijk. Ja, waarom zou je nu op kop gaan rijden? Ja, dat hoeft ook niet. Dus, het gaf wel net even die tussensprint van Pim Ronna. Die gaf toch wel aan dat Pim toch erg goed in goede doen is, hoor. Kessel, Luc Verburg, Ryan Kamp, achter Mees Hendricks, en dan Stam voor 3. Ik denk dat het Verkamp de eerste wedstrijd is dit jaar. Het kalenderjaar, zeg maar. Ja, en dan zie je dus opeens 3 dezelfde shirts. Ja. Bas van der Haar heeft dus opeens 2 ploeggenoten mee in de, ja, en wat gaat in de kop van het Nederlands kampioenschap. Dus volstrekt nieuw. Ja, als er nu eentje wegrijdt, wie houdt dan zijn voeten stil? Ja, en het is vooral knap wat Tibor Del Grosso hier laat zien. Nu al bij far de beste belofte renner in koers. Ja, probeert natuurlijk slim mee te gaan met die andere mannen. Ja. Om een voorsprong te pakken ten opzichte van de andere beloftes. Maar daarbij hoef je niet, maar een klein slippertje, daarbij hoef je natuurlijk niet op kop te rijden. Dat was wat overmoedig. Nee, dat moet hij ook niet doen. Dat, En Van der Haar moet zorgen dat hij niet achter Del Grosso zit op het moment dat hij capituleert. Nee, want man. Kijk. Ja, hij ziet het gevaar. Hier gaan we nog wel eens dat slippertje zien van Tibor Del Grosso hier. Net te veel kracht op de pedalen. Volgens mij gingen we net bij het actuele beeld weg op het moment dat Van der Haar het gevaar zag. Ja, die dacht van, nu moet ik er voorbij. Die moest over Del Grosso heen. Nou, vooral hier met die loopstukken. Dus met Nieuwhuis en Ronna die je voorop hebt dan. Van der Haar maar beter in, het, in hetzelfde spoor zitten. Ja, dan begint dat deel van het parcours dat Van der Haar toch echt liever niet heeft. Maar ja, wie wel? Ja. Groene Huis, Ronna, Van der Haar. Corné van Kessel. Links is het modder, rechts is het een openluchtzwembad. En hij hangt er nog altijd aan. Ja, knap hoor, heel mooi om te zien. Mooi. Kom op, hè. Ja, vooral Nieuwhuis maakt me sterke indruk, hoor. Ja, dan rijden ze met z'n 3 voorop en dan Tibor Del Grosso nu toch een beetje het gaatje laten vallen. Je moet toch echt zorgen dat hij zijn eigen wedstrijd gaat rijden. En echt gaat rekening houden met zijn eigen titel die hier op het spel staat. Ja, en dan rijdt er na 12 minuten opeens een trio van Sven Nys. Van de Bolloise Track Lions op kop op het nationaal kampioenschap. Is de rest ook echt niet te zien. Het zijn wel de mannen die je verwacht. Het is wel interessant of het dat nog extra lastig maakt voor Van der Haar straks in de finale. Maar de wedstrijd is nog vroeg. Dit is een zeer veel eisend parcours. Corné van Kessel die wel dichterbij bij Tibor Del Grosso komt. Achter Ryan Kamp. Ja, dat maakt voor Del Grosso dus niks uit. Die rijdt kampioenschap. Dus, fijn als die mannen bij hem komen, dan die heeft hij ook nodig. En hij weet dat bijvoorbeeld Haverdings, zijn vriend, maar ook zijn concurrent, ver achter ligt. Want die had de start echt een beetje gemist. Ja. Dat is zeg maar zijn wedstrijd. Ja, Luc Verburg die lijkt volgens mij nog steeds op een tweede positie.
Dat hij in 7-8e positie nu rondrijdt. Komt daarachter Stanko 3. Die Tibor de Grosso gaat vrij lomp met zijn fietsen om hoor. Maar dat blijft allemaal goed gaan. Ja, en hier Nieuwhuis die een gaatje heeft op Pim Ronnaar en Lars van Haar. En dan gaat Van der Haar dicht lopen. Die besluit in ieder geval niet op te stappen. Ja, en Pim Ronnaar probeert hier hetzelfde te doen wat Tibor de Grosso eronder de voor deed. Maar het schiet niet op wat hij doet hoor. Hij had beter kunnen lopen. Hij verliest nu de aansluiting met Lars van der Haar en Joris Nieuwhuis. Daar zijn het stipjes in de uiterwaarden van de Waal. Nederlands kampioenschap voor elite renners. In Zaltbommel. Geen Mathieu van der Poel. Die kiest ervoor om te trainen in Spanje. Zet alles op de wereldtitel over 3 weken. Ook in Nederland, maar dan in Hogerheide. Daar zijn we natuurlijk live bij. En Nieuwhuis bevestigt toch wel een mooie rentree. Dit jaar staat 11e in de wereldbeker. En Nieuwhuis is wel iemand die in Nederland altijd iets meer kan. Of het de omstandigheden zijn of de aanmoedigingen. Maar 4e was hij in Beekse Bergen. 5e was hij in Hulst. Dat zegt wel wat, want dat waren grote wedstrijden. Nou ja, ik denk dat hij vooral TK heeft hij natuurlijk ook laten zien. Was hij volgens mij ook 5 of 6. Dus wat dat betreft, hij kan ook wat onder zware omstandigheden. En wat je al zegt, het is ook NK-ronde. Dus dat betekent ook dat er bepaalde renners niet aan de start staan, waardoor het koersverloop ook anders gaat. Hij heeft nu de eerste 2 rondes al op kop gereden. En hij blijft ook stoïcijns op kop rijden. Op weg naar de befaamde torenspits van Biba Bommel, veel bezongen. Overigens weet niemand wie dat lied ooit geschreven heeft. Iedereen kan het meezingen, maar niemand weet wie het ooit geschreven heeft. En te midden van die rommel. Fietsen zijn nu rond. Althans, ze doen een poging tot fietsen. Ja. En hier Ronnaar. Ja, die toch net door de langere klim. Oeh, daar gaat hij bijna van de fiets af, hoor. Dat verkeerd spoor. Het scheelde weinig. Links in beeld. Ja, het ziet er allemaal zo makkelijk uit als ze daar zo'n dijk afrijden over zo'n brug. En dan zie je dus als ze dus heel eventjes in een verkeerd spoor terechtkomen, dat, hoe link het is. Maar hij hield hem goed overeind en gaat nu weer een schone fiets aanpakken. Omdat je net al zei, aan de rechterkant zie je de verzorgers rennen naar de posten, naar de spuit. En dan zorgen dat die fiets weer zo snel mogelijk schoongespoten wordt. En natuurlijk heeft Lars van der Haar ook een ander aantal fietsen mee dan een belofte. Zo simpel is het. Nou ja, zo Tibor del Grosso heeft ook wel 3 fietsen die net in beeld was. De jonge Drent. Ja. Kijk, eigenlijk op niveau waar die jongens ook op rijden, ligt het ook niet meer aan het materiaal. Dus die krijgen ook alles van hun sponsor. En alles wordt netjes geregeld daarvoor. Maar lang niet alle beloftes die meedoen. Nee, dat is zo. Er zijn veel clubjongens ook. Dat klopt. Del Grosso is natuurlijk een erkend talent. De man dan met die lichtgevende gele helm. Jonge Drent. Nee, maar als je een beetje mee wil doen, dan is een veldrit seizoen is gewoon heel kostbaar. En vooral materiaal, technisch. De mannen die hier voorop rijden, die hebben allemaal 3 tot 4 fietsen, meeste 4. En dan ook nog eens een wielset of 10 tot 12. Dit klinkt als een waarschuwing voor ouders, niet als een aanbeveling. Nee, ja. Je kan het heel goed af met 2 fietsen en 2 stelwielen. Alleen dat zal. Als je daarmee in België aankomt, dan word je gewoon eigenlijk uitgelachen. Want daar nemen de ouders een tweede hypotheek voor een camper. En die zorgen dat alles geregeld is. En ik denk dat we daar in Nederland iets nuchterder voor zijn.
wel als het gaat om veldrijden in ieder geval. Ja. En om wielrennen in het algemeen natuurlijk. Nee, maar veldrijden is gewoon een hele dure sport om te doen. En dan heb je het nog niet eens over de tubes die je op de vel geplakt. En over de kansen dat je een tube lek rijdt, dat je hem stuk rijdt. Wat dat allemaal kost. En wat dat allemaal weer gaat kosten. Nee, we zijn een schaatsland. Dat is onze wintersport. En natuurlijk zijn we ook hier heel goed in. Buiten beeld komt David van der Poel door beeld. In zijn laatste beeld door, over de finish. In zijn laatste kunstje. Ja, ik denk het wel. Een van zijn laatste kunstjes voor het veldrijden. Hij zal nog heel graag het WK willen rijden. Moet dan nog wel even zijn best doen. Of Germen de Knecht moet over zijn hart strijken. Maar in principe heeft hij nog niet voldaan aan de eisen van de KNU. Nee, maar ik gok als dat in hoger rijden is, het hoger rijden. De grote prijs Adrie van der Poel. Ja. Dan zal Gerben de Knecht toch wel zeggen, je hebt veel voor ons betekend. Want in de tijd dat Nederland met drie man startte in een wereldbeker, was David van der Poel ook al natuurlijk. Of met vier. Toen de spoeling wat dunner was. Nu hebben we deze man. Met baard. Joris Nieuwenhuis. De eeuwige Lars van der Haar. Wat een mooie carrière heeft die. Ja, ja, is een tweede mooi jeugd, hè? Is ja, dat wou ik zeggen. Minder bedoel, geweest. Ja, ja, en natuurlijk het EK. Natuurlijk, wat hij natuurlijk behaalde in Drenthe. Dat Europees kampioen werd. Was voor ons en heel veel anderen toch wel eens iets van... Wow, daar staat hij ineens weer. Maar deze winter is het echt bizar hoe goed hij in de ronde rijdt. Heel constant. Met niet, een paar mooie uitschieters. Ja. Want we lachten altijd een beetje op de nacht van Woerden. Ja. Dat was zijn overwinning van het seizoen. Maar hij won nu gewoon de Koppenberg los deze winter. En hoe? Dus hij reed daar, hij haalde eigenlijk de twee renners voor hem in alsof ze stil stonden. Maar daarnaast, als hij niet won, dan eindigde hij altijd bij de eerste 5-6. Zo'n steady seizoen tot nu toe. 28 wedstrijden, 17 keer podium, Lars van der Haar. Ja. Heel constant. Heeft echt wel een klein dipje gehad. Dat podium in bijvoorbeeld een wereldbeker ver weg was. Terwijl hij gewend was om te winnen. In bijvoorbeeld Valkenburg, dat soort parcours. Man in tweede positie. Duidelijk kleiner van postuur dan Nieuwenhuis. Maar heeft zichzelf helemaal hervonden. Ondanks het vaderschap. Deze winter, de vader komt er ook nog bij. Ja, komt er ook nog eens bij. Dus, gaat hij samen met zijn vrouw Lucy van der Haar. Een oud wereldkampioen op de weg. Heel goed mee om. Hij heeft wel wat keuzes gemaakt in wedstrijden. Hoort er nog bij. Ja, hij heeft gekozen voor de eerste wedstrijd. Die voor het hoofdkantoor van zijn sponsor Trek was om die wel te rijden. Dat was natuurlijk wel aan zijn stand verplicht. Maar daarna voor gekozen om gelijk terug te gaan. Om en goed te trainen, goed te zijn voor Tabor. Maar ook natuurlijk tijd met zijn gezin door te brengen. De Pim Ronnaar op de derde positie. Stoïcijns op Joris Nieuwhuis. Hij kijkt niet op of om. Nee. Hij blijft gewoon zijn tempo doen. Van der Haar verdedigt zijn titel hier eigenlijk. Ja. Heeft natuurlijk eigenlijk een heel raar gat in zijn palmarès qua NK's. Won in 2013 en 2014. En toen niet meer en toen vorig jaar. Dat is allemaal te verklaren. Ja. Hij was de tussenpauze. We hadden Lars Boom met allemaal titels op rij. Toen was er Lars van der Haar en toen kwam Mathieu van der Poel. En toen was er vorig jaar geen Mathieu van der Poel en toen was er weer Lars van der Haar. Dus drie nationale titels op zijn palmarès. En het is maar goed dat Van der Poel er niet is, want op deze omloop hadden ze hem nooit meer gezien. Nee, dat denk ik niet. Dat kunnen we wel zeggen. Van der Haar kiest maar we weten niet. We weten ook niet of... je kan moeilijk inschatten nu of Van der Haar alles geeft nu, hoor. Ik bedoel, wat we net al zeiden over zijn seizoen en hoe hij gegroeid is. Dat hij nu eigenlijk bij far zijn beste seizoen ooit rijdt tot nu toe.
Ja. Moet je het ook maar zien op zo'n ronde. Ook tegen een Van der Poel. En hier hebben we David Van der Poel. Zal net top 10 zijn. Gewoon geen... niet van harte zijn. Maar slechte starter, David. Stond op tweede starterij. Ja, en ook hij. En dan allemaal tussen die jonge mannen, eigenlijk, tussen die beloftes. Die, zeg maar de word je nog verder terug geworden. Ja, precies. Nou ja, de starter kunnen die mannen allemaal. Dat is de beste. Maar hij kan fietsen. Onderschat het niet. Nee, zeker niet. Het is niet het super, super mega talent dat zijn broertje is, Mathieu. Maar David kan echt goed fietsen. En ook hij, sterk nog, al eerder bij hem, ook hij echt structureel chronisch last van de rug. Ja, altijd al gehad. En dat heeft hem zijn halve loopbaan, in ieder geval in het veld, dwars gezeten. David van der Poel. Wat dat betreft was er in de omkadering van Mathieu van der Poel al veel bekend over die rug. Al is het altijd weer wat anders. Ja, ik denk dat hij... Maar het zit in de familie. Het is, zeker. David heeft nooit een plankje gemist in Tokio. Nee, maar dus ik denk dat die nog wel heel zwaar weegt. Het plankje wat Mathieu gemist heeft in Tokio. Dat die veel zwaarder weegt dan we allemaal denken. Ja, dat plankje heeft hem veel en veel en veel meer gekost dan uitzicht op Olympisch goud. Ja. Daarvoor is hij de Tour uitgestapt terwijl hij in de gele trui heeft gereden en een etappe heeft gehad. Daarvoor heeft hij het hele seizoen opgeofferd. En daarom heeft hij bijvoorbeeld 3 keer de Tour minder dan Wout van Aert. Ja. Hij zegt ook, een van mijn doelen, zegt hij vanavond in een reportage van collega Anko, een van mijn doelen is de Tour uitrijden. Een keer. Maar hij heeft zelf die mountainbike-droom gehad en dat zat alles in de weg. En dat geeft hij niet. Nog steeds, die droom. Dat geeft niet, maar dan moet je wel weten dat het plankje er ligt. Ja. Nou goed, we hebben het er niet meer over. Kijk toch niet in Spanje, die is aan het fietsen. Als er een wedstrijd is waar hij niet aan meedoet, gaat hij liefst altijd fietsen. Nou, nieuw materiaal natuurlijk. Ja, het is mooi om te zien de sporen die ze allebei rijden hoor. Hele andere sporen volgen ze, Joris en Lars. Grappig om te zien hoor, verschil vooral. En rechts ook, daar gaan ze weer. Ja, daar gaan ze weer. Mooi dat ze daar plankjes hebben neergelegd. Daar wordt het afgespoten. Kijk, nu kunnen we dat goed zien. Ja. Even meevliegen. Martijn, die de drone bedient. Dankjewel. Kijk, daar is het dus overuren. Dan sta je ook nog op elkaar te wachten. Ja. En je wordt natuurlijk zenuwachtig. Het zal toch niet dat ze bij de volgende doorkomst alweer ruilen? Nee, maar staat er altijd nog een fiets. Ja, precies. Dat klopt. Er staat dus altijd al iemand. Maar verzorger gaat dus altijd weer aan de andere kant staan met een schone fiets. Dus daarvoor heb je dus eigenlijk altijd 3 fietsen nodig. En in sommige koersen, waar het dus niet een dubbele post is, maar een post boven en beneden, heb je dus eigenlijk al 4 fietsen nodig. Want er zou er maar eentje stuk gaan. Maar zij hebben dezelfde wedstrijdspanning als die man op de fiets. Ja, zeker. Dus ja. De zenuwen in de box. Nou, er wordt af en toe wel eens een elleboogje uitgedeeld, hoor. Of een spuit, zeg maar, bij iemand uit de handen getrokken. Dat... Ja, op zo'n manier is Nieuwenhuis wel een hele chique locomotief voor Lars van der Haar natuurlijk. Ja, maar ja, we zijn er niet halverwege, bijna. Maar ik denk dat zijn tempo is niet bijzonder hoog, denk ik. Want hier komt Ryan Kamp ineens vanuit het ding. Waar komt die vandaan? Ja, waar komt die vandaan? Dat, die heeft denk ik... andere banden gestoken of zoiets, maar die heb ik helemaal niet verwacht hoor. 23 seconden? Ja. Daarachter Pim Ronna, die is toch, die valt toch eigenlijk een beetje stil. En dan Del Grosso weer, dus de eerste in de beloftewedstrijd. Ja, dan krijgen we Mees Hendricks samen met Corné van Kessel en ook Mees Hendricks flink opgeschoven. Al deze al nog 400 zijn te rijden met Corné van Kessel, 400 nog toe. Hendricks en Van Kessel, allebei een zo-zo seizoen. Allemaal wel zijn redenen. Je zei het al, ja, sleutelbeen op een verkeerd moment breken, dat is... Ja, het brak hem eigenlijk funest. Voor het seizoen en in een van de laatste trainingen. Ja, en dan ook nog eens weten dat je de ploeg waar hij bij reed, Tormans Want, die zijn contract niet verlengde. Maar dat begon niet wel eventjes... toch eventjes moeilijk te krijgen. Corné van Kessel. Je wilt toch uitslagen rijden om voor een nieuw contract. Je wilt toch iets laten zien.
geldt ook voor Kamps natuurlijk. Die wil ook echt wel wat laten zien. Ja, hij is de prof. Die, bij Paul Sauser Bingel. Bij de Belgische ploeg. Van Jurgen Mettepenningen. Toch moeite om echt top 10 te rijden in de internationale wedstrijden dit seizoen. Ja, in het begin wat goede wedstrijden gereden, maar hier vooral... ja, hij verbaast mij wel hoor, dat hij ineens nu in de derde ronde zo goed in de ronde rijdt. Aan Kamp is natuurlijk gevallen bij een training een keer. Lichte hersenschudding, heeft hem wat teruggeworpen. Kun je allemaal niet gebruiken als het eenmaal winter is. Maar die knocht zich hier naar plaats 3 en voorlopig op koers voor podium, deze Ryan Kamp. Kamp, 23, goede loper, Vormaar in principe ook. Het zijn wel mannen van dit typische modderwerk. Ja, dat geeft ook aan hoe snel Kamp kan terugkomen op deze twee, op Joris Nieuwhuis en Lars van der Haar. Dat die nog niet echt voluit rijden. Ja, die kijkt om. Die denkt, ja, waar is de nummer 2 van de belofte? Ja, Haverdink, Luc Verburg. Het is een wedstrijd in een wedstrijd. En dat moet hij nu in de gaten houden. Hij moet zorgen dat hij gewoon die titel behaalt. En ik zit me na een half uur, dat is een mooi moment, af te vragen. Heeft Lars van der Haar 1 meter op de kop gereden, afgelopen half uur? Beste man met de wedstrijd bij de beloften. Volgens mij niet, nee. Ik zal het wel verhalen. En is dat slim? Ja. Lijkt me uitermate slim namelijk. Ja, de koers, met deze wind en koers slimheid hoef je niks zware te leren. Ronde. Ja. Koers slimheid hoef je Lars niks te leren. Bovendien is hij, kijk, Nieuwhuis kan natuurlijk wel aankomen, maar Lars is hartstikke vinnig. Ja, nee, dat als hier over de kazijen heen rijden, dan met z'n tweeën zijn, dan schiet hij wel zijn pijlenboog af. Dan zie je van haar niet meer terug hoor. Maar ja, in principe van de haar die gedijt wel goed in het wiel natuurlijk. En waarom zou hij? We zagen daar Ron Haar. Die is dan op jacht naar deze man. Plaats 4 op jacht naar plaats 3. Kamp kijkt ook om. Voelt hem komen. Om te kijken of de camera blijft staan. Dan moet daar... Ja, ook dit is nog niet gelopen. Hoewel ook de trap vertekend. Ja, scheelde 8 seconden. Ziet er toch iets minder soepel uit als hoe Kamp hem over rende hoor. Ik denk dat vooral Ron Haar zich overschat om eventjes mee te gaan met Van der Haar en Nieuwhuis. Die kan dan toch wel sterk. Die hebben we sinds Diegem niet meer gezien, hè? Nee. Sinds 28 december stapte uit in de Azencross in Loenhout. Daarna niets meer gezien, dus vooral getraind. De nummer 3 in de wedstrijd. Dit is de nummer 4. Ron Haar. Mees Hendricks. Je ziet hoe de renners wegglijden en af en toe voorovervallen. Ja, mooie verschillende techniek. Ja. Ja, het moest een keer fout gaan, hoor, want Tibor daar elke ronde deed. En, die zwaai met dat materiaal. Ja, kijk, dat gaan we hem nog een keer zien. Van Kessel heeft eerbied voor zijn fiets. En ja. Del Grosso denkt, woef. Ja, alsof het niks kost. Ja, en dan is dit allemaal wat overmoedig. Het moet er ook allemaal een beetje spectaculair uitzien. Ja, hij heeft een mooi YouTube-kanaal. Daar laat hij de ronde zien die hij verkent vooraf. Samen met Buck Pietersen deed hij dat eerst. En nu doen ze allebei onafhankelijk van elkaar. Laten ze de koersverkenningen zien. En dan steken zowel Tibor als Buck Pietersen steken daar veel tijd in. En het is ook vermakelijk om te zien hoor. Ja, Del Grosso wil bij de vrouwenfinish ook nog wel eens op de finish staan. Om dan opeens Puk Pieters te gaan interviewen of zo. Zo spontaan. Ja. Daar zit wel een bepaalde klik. Ja.
hier in één shot gevangen, de top 3. Want daar links in beeld zien we kan nog gaan. En het is altijd maar Joris Nieuwenhuis. Ja, ik denk dat Joris het ook gewoon fijn vindt om op kop te rijden, hoor. Dus, constant tempo. Ja. Dat hij niet verrast wordt. Ja, die komt natuurlijk van de weg af. Eigenlijk direct in het crossseizoen. En die vindt het eigenlijk niks fijn dus om gewoon één tempo te rijden. Want wat je dan het meest mist, bedoel je, is iedere keer dat aanzetten. Ja, iedere precies. keer de explosiviteit. Ja, dus die explosiviteit die last van de haar. Nou, dat bedoel als je midden in de nacht wakker maakt en zegt je moet een sprintje doen op de fiets naar die bocht. Dan zou ik dat zo kunnen doen. En Joris zou zeggen, nou, moet eerst even rustig wakker worden. En doe maar een kopje koffie en dan ga ik wel een keer proberen een sprintje naar een bocht te trekken. Ja. Dat zit er bij Van der Haar gewoon niet in. En anderzijds, als je 4-5 uur gaat koersen, dan spreekt Van der Haar weer reserves aan die hij gewoon niet traint. Nee. Dat is waarom Mathieu van der Poel en Wout van Aert nu in Spanje zitten. Om ook uren te maken, maar ook op een voorjaar natuurlijk, ja, op de weg. Ja, ja, anders komen ze zeg maar omvang tekort in een trainingsblok. Ja, en een uitredend kampioen, een Pidcock, die de huidige wereldkampioen is. Die ook zegt van ik wil het voorjaar goed zijn en ik sla het WK over. Hoeveel ik ook van de cross hou. Maar ja. ik moet het niet doen. Thomas Pidcock, de Brit, gaat ook uitgespeeld worden als kopman in een grote ronde waarschijnlijk. Ja, dan kun je niet tot februari blijven hangen in de winter. En dus past hij voor hoger rijden. Het is wel jammer. Ja, krijg heel jammer. Een driestrijd. Een mooie blik. En je ziet aan het gezicht ieder op kop rijdt, hè? Ja. Dat is mooi. Want Nieuwenhuis heeft natuurlijk geen opspattende Nee, die heeft te weinig modder voor zich. Zijn gezicht had. Die heeft zijn bril nog op. Achterblijven. Die moet eruit. Miesert nog steeds een beetje. Ja. Ja, Mees Hendricks die Pim Ronna voorbij is. Ja, dat zie je toch, Pim Ronna is toch het beste eraf, hoor. Heel handig om te zien wat de verzorgers van Pim Ronna hebben gedaan. Die hebben heel slim, dus degene die de fiets opvangt, die staat iets eerder. En dan degene die de fiets geeft, die staat eigenlijk een paar meter verder. Waardoor Pim eigenlijk even een paar stappen kan zetten zonder fiets. En dat op een NK mag dat. Bij andere wedstrijden, bijvoorbeeld een wereldbeker, is de landen moeten per se op een strikt bok staan. Dus dan mag dit niet. Maar maak ze hier dankbaar gebruik van. Hier komt Kanters door op 25, 26 seconden. Blijft de weg lang leeg. Daar worden de achterblijvers eruit gehaald. Er moet dan toch ergens... Je zou zeggen Hendricks komen. Hendricks moet er nu komen. Ja. Voor Pim Ronna. Ja, dat geeft toch wel aan dat de top 3 toch wel gevlogen is, hoor. Ja, ik zie Van Kessel hier ook nog wel terugkomen. Met zijn inhoud en zijn ervaring. Ja, zeker. Die ziet ze ook rijden, die heeft een richtpunt. Ja, dan is Tibor Del Grosso, komt daar pas in beeld met de gele helm. Hij zal nu een beetje overleven worden. En hier zien we het weer, hè. De andere lijnen. Dus niet juist die wat dichter bij de dranghekken blijft. De dranghekken gebruikt om echt de bocht door te komen. Ja, je ziet ook, je ziet aan het gezicht, maar je ziet het hele pakje van de haar is helemaal zwart. De helm van Joris Nieuwenhuis is nog helemaal schoon. Ze rijden in hetzelfde pakje. Maar dat is een heel groot verschil, hoor. Het zit alleen maar in het opspattende modder van Nieuwenhuis te rijden natuurlijk. Ja. Ja, iedereen die wel eens met dit weer in een groepje fietst, die weet dat.
David van der Poel nu over start-finish. Mannen nauwelijks te herkennen en het is een steady tempo vooraan. Niet zozeer een spectaculair tempo, denk ik. Maar goed genoeg om de rest ver achter zich te houden. Ja, deze Rijn Kamp, die vorige ronde toch een stuk dichterbij was, hoor. Maar nu toch wel weer een beetje blijft hangen op dezelfde aantal secondes. Gewoon iets boven de 20 seconden dat hij blijft hangen. Er zit bijna één wisselzone dat hij achterloopt eigenlijk. Op dit gedeelte voor Rijn Kamp. Deze twee renners, Joris Nieuwhuis en Lars van der Haan. Zo weer twee ploeggenoten op koers voor goud en zilver. Maar met een hele andere wedstrijd. Want deze rijden vrijwel de hele wedstrijd al met z'n tweeën. Sinds de eerste ronde. Kijk, en aanvankelijk ging het parcours toch echt nog wat meer naar links. Ja, ze hebben hier de afgelopen 2-3 dagen parcours elke dag wel een stukje opgeschoven. Bij de wereldbekerwedstrijd op de Beekse Bergen in Maasmechelen in Tabor. Met een mooie tweede plaatsen in de Bomen, Merksplas en een nieuw uiteindelijk kampioen van Nederland. Maar ja, als ze toch weer verwinnen, doet weer mee op dat mooie tricot in kleur rood, wit en blauw. Lars van der Haan dus nog altijd daar aan het wielen van Joris Nieuwhuis bij de Elite. En eerste nationaal titelhaalde in 2009 bij de junioren. Lars van der Haan. Nieuwhuis bij de trap. Naar de hoogste flank van de dijk hier aan de Waal. Met Joris Nieuwhuis er altijd de tempo doseren. Lars van der Haan, die volgt. Daar staan hier Klaas Groene passeren. Ja, cadeautjes gaan er niet worden gegeven hoor. Als deze twee naar de finish toe rijden, dan is het gewoon sprint op leven en dood. En de winnaar heeft de trui. Zo hoort het ook. Denk maar niet dat Van der Haar zegt, Joris, bedankt voor driekwart van de wedstrijd op kop rijden en je mag hem winnen. Dat gaat hij absoluut niet doen. Ja, zo hoort het eigenlijk. Ja, tuurlijk, zo hoort het ook. Keurig, Kamp. Ja, die rijdt er goed, NK. Ja, Mees Hendricks, dat duurt nog eventjes. Heeft Kamp zich toch herpakt de afgelopen weken? Beetje onder de radar. Hier glijdt Joris Nieuwhuis een beetje weg en komt Lars van der Haan tegen hem aan. Echt een beetje hangen met voorwiel. Zou misschien de eerste tekenen kunnen zijn dat Joris Nieuwhuis een beetje vermoeid raakt. Jij zei het net al, Lars van der Haan kiest er hiervoor om zijn fiets te duwen. Ja, dat doe je eigenlijk alleen als er een beetje een spoor ligt. Dus dat je weet dat het dat je banden niet te veel modder aan aanladen. Aanladen, ja. Ik ben nu wel benieuwd hoor, dat wanneer er Van der Haan ook gaat eigenlijk. Wanneer plaats hij zijn aanval. We zagen goed hoe Kamp met zijn hand achter zijn rug het modder van zijn pedaal afhaalde. Weet je wat hij dan doet? Dan doet hij eigenlijk zijn pedaal weer in een goede stand. Dus dat hij eigenlijk als hij dan weer opspringt, dat zijn pedaal, dat hij, ja, de meeste renners springen natuurlijk aan de linkerkant op. Dus dat je eigenlijk je rechterbeen over je fiets heen gooit eigenlijk en dat je dus direct met je rechtervoet al goed op je pedaal staat. Waardoor de eerste trap eigenlijk gelijk raak is. Ja, en als het even kan en je voelt daar, dan ga je zo met je vinger voet. Ja, maar dat je ziet dat het niet heel erg aanlaat en het is vooral bij de het kettinggedeelte en bij de wielen, het banden laat het echt aan. Ja, en als je elke halve ronde dan wisselt, dan kan dat eigenlijk niet veel kwaad eigenlijk. Dus we wisselen nu één keer per ronde. Eventueel zou dat nog kunnen verhogen naar twee keer per ronde. Maar dat vinden de renners niet nodig. Dus dan is het elke halve ronde.
Nou, hier kwamen ze even tegen elkaar aan. Is die toch weer een ander spoorkoos. Dat is mooi om te zien, hè? Links, rechts. Zoeken allebei de plek van minste winststand. Nieuwhuizen gleed iets weg. De voorgaande rondes reed je eigenlijk door tot de andere kant tot de hekken. En nu moest hij snel zorgen dat hij weer griep kreeg. Nou, hij wil echt voorop blijven, hoor. Ja, want hij had ook moeiteloos aan de buitenkant rustig kunnen wachten. Ja, dat precies. Van de Haren aan de binnenkant langskomt. Terwijl het hier nog maar ietsje harder begint te regenen weer. Ja, het stopt weer eventjes met zachtjes regenen. Ja, het zijn wintersomstandigheden. In ieder geval de gevoelstemperatuur. Die zal er eens gaan parten spelen. Kijk eens. Echte slagregen nu, want de wind is er ook nog volop. Ja. Ja, en hier gaan ze weer fiets wisselen. Het oranje helm is een achterblijven. De Nieuwhuis hetzelfde. Ja. Pakt een boxje verder dan zijn fiets aan. En wat mensen onderschatten, dat je ondanks deze omstandigheden ook iedere keer moet beseffen op welke versnelling laat je je fiets achter als je hem op je schouder doet. Met welke versnelling stap je namelijk op. Precies. Daar moet je iedere keer, ondanks al deze omstandigheden, ook nog over nadenken. Dat als hij veel te zwaar staat, kun je niet van je plek. Gelukkig. Het is niet alleen ondanks de gevoelstemperatuur, maar de voorste twee renners rijden allebei met SRAM, Amerikaanse groepsetleverancier. En die hebben allebei elektronisch schakelen. Dus dat vergt gelukkig weinig kracht aan de vingers. Maar als je het vergeet, je moet er wel over nadenken. Je schakelt hier terug, twee tanden terug. Je springt er weer op, waardoor je gelijk weer 1-2 tandjes kan bijschakelen hier. Ja, en dan kom je hier alweer over startfinish. Maar vooral vlak voor het moment dat je afstapt, moet je alweer nadenken. Hoe laat ik mijn fiets achter? Want straks moet ik weer opstappen. Ja, en dat is eigenlijk allemaal gevoel. Soms kijk je wel eens als renner tussen je benen van welke versnelling staat hij. Maar als je op een gegeven moment. Je kan nog wel altijd wat zien. Maar dan, aan de stand van de DDR kun je het natuurlijk zien, maar dit is wel extreem. Ja. Nou, maar gaan ze weer naar beneden. God. Je voelt het ook als renner. Je weet welke versnelling hier staat. En dan is het meestal 1 of 2 duwtjes zeg maar, op de hendel. De Kamp heeft zijn bril weggegooid. Ja, hij blijft toch op 15 of 30 seconden achterstand rijden. Die komt niet dichterbij. Drie kwartier gereden in het Nationaal Kampioenschap Veldrijden voor Profs. We rijden in Zaltbommel. Onder gruwelijke omstandigheden. Heel veel modder. Heel veel regen en wind die nooit stopt. Ja, en hier weer mooi verschil, hè? Dus Lars van Aar die aan het rennen is. En de Joris Nieuwhuis die blijft fietsen. Ja, hij krijgt het niet cadeau hoor, degene die wint. Hier, wat je al zei, Corné van Kessel komt erbij, maar die gaat ook gelijk weer voorbij Pim Ronnaar en Mees Hendricks. Hij was de ronde ervoor, reed hij eigenlijk nog 6e positie en nu rijdt hij ineens weer 4e positie. De diesel van Kessel is aangeslagen. Joris zat zijn voet niet helemaal lekker in zijn pedaal. Het kan soms zijn dat je een steentje onder je schoen krijgt, dus tussen het plaatje, waar die er net niet helemaal goed in zit. Zie je hem weer, hè? Ja. Dus er zit iets met zijn schoen. Gaat een beetje verzitten. Gebruikt het ene rustige moment om even te kijken of hij zijn schoen anders kan doen. Ja, hij moet hier weer rennen. Dus in flinke modder. Maar dat, ik hoop dat het eruit gaat. Want als er eenmaal een steentje tussen zit, tussen zo'n plaatje eigenlijk. Hier zie je het weer. Dat probeert natuurlijk te trekken. En dan staat zijn rechtervoet. Gaat los. En het is te hopen dat het niet betekent dat het materiaalpech is. Dus dat zijn plaatje op zijn schoen los zit. En dat gaan we straks zien. Het is een materiaalsport, maar we willen natuurlijk liefst strijd zien. Hier in de slagschaduw van de toren van Zaltbommel. Ja, dit is echt wel. Ik moet bij dit soort plaatjes altijd aan Henny Stamsnijder denken. Ik kan er niks aan doen, maar kijk eens.
Nee, ja, dit is... Dit zijn stamsnijder omstandigheden. Overigens nog altijd recordhouder nationale titels bij de mannen met 9, die stamsnijder. Maar die werd onder deze omstandigheden wereldkampioen. Kom jongens, hij is voor jou! Hij is voor jou! Kom! Ja, dat klopt wat die toeschouwer zegt. Hij is voor jou. Maar ja, welke jou? Het is een dappere toeschouwer. Het is... Het is lang geleden hoor, van Henny Stampsnijder. Dat was net na de zwart-wit televisie, maar oké, okay, ik geef het u nog even mee. Negenvoudig nationaal kampioen. Overigens, het record is van een vrouw. 11 titels, Daphne van der Brand. Nieuwenhuis. Teller bij hem staat op 0. Ja, wel nationale titels, maar bij de beloftes. Was van der Haar op 2 meter heeft 3 keer het rood-wit-blauw gewonnen. Sterker nog, vorig jaar in Rukve, toen zou het ook hier zijn, aan de boorden van de Waal, in de Uiterwaarden. En die zijn er om overtollig water op te vangen en geloof me, dat doen ze. Maar wegens COVID moest uitgeweken worden naar een andere locatie. Aanvankelijk leek het erop dat het NK helemaal niet doorging. Maar toen vond de KBU nog ergens een truc en het werd Rukve. En Lars van der Haar pakte daar zijn 3e Nederlandse titel. Nou, de mannen zijn weer bij de trap. Schop bovenop de dijk bij de... Toch uit alsof hij nu met rechts in ieder geval goed in het pedaal. Ja, loopt nu weer te stampen, maar dat, in ieder geval zit zijn voet erin. Ja, want dat zou jammer zijn hoor, als er een steentje of erger nog het schoenplaatje los zit. Ja, dan is de race eigenlijk gedaan. En dat gun je geen van deze beide renners op die manier zeg maar de strijd te moeten laten lopen. Nieuwenhuis en Van der... Ja, toch was de... Overstap van Nieuwhuis, maar misschien wist jij het iets eerder. De rentree van Nieuwhuis in de veldrijdsport was best een verrassing voor de buitenwereld. Hij was eigenlijk wel klaar met het wegwielrennen, met het nemen van risico's. Hij reed af en toe wel zijn wedstrijdjes, was ook bij het NK in Rukve. Maar zo'n rentree en dan opeens bij de ploeg van Nijs. Nijs gaf hem ook een kans. Zegt, wij gaan proberen hem de crosskampioen te maken die hij was. Verraste een hoop mensen. Ja, nou ja, als je natuurlijk gewoon geen plezier hebt eigenlijk in je werk eigenlijk. Het is nog steeds een beroep. En toen was hij er gewoon helemaal klaar mee. En hij geeft zelf ook aan van, ik heb zelf hulp daarbij gezocht. Dus hij heeft de ploegdokter toenmalig van ploeg DSM, heeft hij toen benaderd. En heeft gezegd, ga niet goed met me. Ik bleef er geen plezier meer aan. Ja, en als je dat toch ook kan op zo'n leeftijd, is dat ook wel heel knap hoor. Want we hebben genoeg voorbeelden die dat niet doen. En eigenlijk gewoon of met stille trom verdwijnen uit het toneel. Ja. En dat is toch weer mooi om te zien dat Joris Nieuwhuis nu weer de sportbedrijf die het mooist vindt. En het komt denk ik ook wel dat dit een sport is. Natuurlijk is het een teamsport. Dus hij heeft... Zijn teamcollega's heeft hij erbij. Ja, het is ook weer individueel. Ik bedoel, als je het veld in schiet, sta je er alleen voor. Je moet het zelf doen. En ik denk dat hem dat wel heel goed afgaat. Maar het is, hij is bijna 27. Op die leeftijd een gewaagde gok. Want ja. Hij komt wel terug in een sport die echt veranderd is. Door de invloed van Wout van Aert en Van der Poel en Pitcock. Ja. Waar nog harder wordt gereden. Maar, ja, natuurlijk. Ja, alleen en hij is natuurlijk ook, hij stapt ook uit een wereld wat hij heel erg goed kon. Dus ik bedoel, het is niet dat hij als een pannenkoek in de ronde reed. Was ook een gewaardeerd wegrenner. Ik kon daar echt... gewoon een tour gereden. Ja, precies. Dus vorig jaar nog de Vuelta. En dit jaar zal echt een overgangsjaar zijn. En volgende winter kan je pas echt zeggen van dat is de plek waar hij thuis hoort. We zien onder Del Grosso nu 8e in de wedstrijd. Voor Van der Poel en Luc Verburg. En Verburg is dus... En Del Grosso liggen dus 1 en 2 in die wedstrijd. Ja, precies. Voor de belofte. Bij de beloftes. Ja, het is dat ze tegelijkertijd rijden, anders zenden we dat niet uit. Maar dat moet ik ook even vermelden. Dit zijn de nummers 1 en 2 in de wedstrijd. Eigenlijk al sinds de eerste ronde.
modderworstelen, nou ja, NK in Zaltbommel. Nieuwhuis heeft volgens mij alleen nog maar op kop gereden. En dat verklaart zijn relatief schone gezicht. Het lijkt wel alsof zijn linker shifter nu wat laag staat als de rechter. Maar kan een beetje het beeld zijn, maar dat leek zo. Ja, en het lijkt erop of Van Haar ook bewust kiest om op tweede te blijven lopen. Te lopen of te fietsen, ja. Ja, neemt ook een risico, want als je op kop ligt is het minder makkelijk voor de concurrentie om weg te lopen. Dan moeten ze eerst voorbij. Ja, ja, en hier zie je weer de versnelling, hè? Dus die staat vrij licht. Dus de verzorgers die aan de kant staan, die zorgen ook dat de fiets altijd op dezelfde versnelling. Dus een renner bespreekt dat vooraf met de verzorger. Van, nou, ik wil hem op deze plek op de cassette. Dus meestal is dat de twee na lichtste van boven. Om gelijk weg te kunnen. Om gelijk weg te zeker als hier zo zwaar bij springen. Ja. Nou ja, Van der Haar doet zijn bijnaam wel weer eer aan. Hè? De Terrier of de Jack Russell. Ja. Die altijd maar aan de broekspijp hangt. Ja, dat is Lars van der Haar. En die rijdt je er ook niet af. Tenminste, ik weet niet of Nieuwenhuis hem zomaar afrijdt. Want Lars van der Haar is wel een erkende wereldtopper in deze discipline. Maar de Terrier hangt aan de broekspijp voorlopig van Joris Nieuwenhuis. Uit Zelhem, die dus grosso modo een thuiswedstrijd rijdt. Nou, een minuutje of acht ruim. Want de tijd zakt een beetje in. En daar komt hij bijna. Ja, dat komt Lars van der Haar heel goed weg hoor. Dat is echt zo knap hersteld dat hij daar niet onderuit gaat. Ja, doe maar eens eventjes. Hier zien we het nogmaals. Hij glijdt weg uit het spoor. Beide voeten uit de pedalen. En de toeschouwer die schrikt er ook van daar. Die stond al bijna klaar om hem op te vangen. We zien daar de skyline van Zaltbommel. Inclusief de toren. De dappere mensen die dit hondenweer trotseren om tot het allerlaatste blijven bij het Nederlands kampioenschap veldrijden. Voor elite mannen. NK wordt overigens al sinds 1963 gereden bij de mannen. Hier Rijnkamp. Knokkende kamp. Ja, mooi misschien hoor. Mooie positie ook voor Rijnkamp. Zal hij heel tevreden mee zijn. En hier voor weer de twee ploegmaten. Ja, en wie gaat er nog iets doen? Dan moet het nu in deze ronde. Of gaan ze erom sprinten? Lijkt me, hoewel Nieuwhuis op zich snel is, dat je dat niet wil met Lars van der Haar. Nee, hebt gezeten. Nee, de aanzet van Van der Haar die is vele malen sneller dan een Nieuwhuis. Toch kleiner en veel vinniger. Ja, precies, dat vooral. Dus dan zou Nieuwhuis moeten proberen straks nog, bijvoorbeeld bij de post, op een van die loopstukken. Ja. Dat zal hij niet te snel willen doen. Dus niet hier. Nee, de andere wissel bij de post. Daar moet hij ervoor op. En daar moet hij Lars onder druk zetten. Want ik denk ook niet dat hij hem de kop op wil dringen. Hoewel dat ook tactisch misschien aardig zou zijn. Want dat wil hij duidelijk niet. Het is altijd leuk om iemand iets te laten doen wat hij niet wil. Ja. Dus dat kan ook nog. Ja, voor de rest is het een tactisch spelletje. Nog een minuut of zeven. Dan weten we wie het nieuwe nationaal kampioen is. Wie komt er boven drijven? Luctoret Immergo hier in Zaltbommel. Ja. Wat een woeste omstandigheden zijn dit. Het gaat nog maar weer regenen. Op het moment dat het stilvalt, u ziet het in die plassen daar. U ziet ook dat onze cameraman zijn lens niet droog kan houden. En het slijk van de Waal, de uiterwaarde van de Waal. En onze drone begeeft het, denk ik. Te veel water, te veel wind. Ja, en hier Van der Haar.
kijken wat hij gaat doen hoor. Hij zet zijn helm nog strakker. Kan natuurlijk ook zelf een keer één keer goed uit zijn hok komen. Ja, nou, ik denk dat hij daar tot echt tot last minute voor gaat wachten. Hij zit hier heel goed in het wiel en dat zit hij natuurlijk al een paar rondes. Ja, maar hier is het wel te fietsen natuurlijk. Ja, ja, maar hij zal het Nieuwhuis kan natuurlijk ook wel een aardig potje fietsen. Dus die weet ook echt wel... Hij zal het op een stuk willen doen. Hij rijdt ook lichter, duidelijk. Ja, hij is hier bijna niet in te halen. Nee, althans niet op een snelheid waarmee je dan gelijk een gat slaat. Nee. Dat is natuurlijk wat je wil. Dan gaan ze de trap weer krijgen. Nou, trap is ook niet iets waar Lars van der Haak kan wegrijden. Kan weglopen. Nee. Kopje kleiner dan Nieuwhuis. Die overigens dan weer niet zo lang is als Mathieu van der Poel. Nou, richting de watertoren. Dan rechts terug eraf. Ja, nog één keer de schuine kant. Ja. Het moet ook iedere keer maar goed blijven gaan. Maar we zien tot nu toe relatief weinig valpartijen. Komt ook omdat de snelheid natuurlijk relatief laag is. Want je kunt niet harder. Allebei goed naar beneden. Nou, ze maken er in ieder geval een mooie wedstrijd van. En Joris Nieuwhuis voorop. En dat is ook echt wel te zien. Hè? Dat beide gezichten vertekenen wel wie er op kop heeft gereden. Ja, en zelfs al wie er in het wiel heeft gezeten. Al wordt het, ja, Kamp heeft hier een stuk meer moeite. Zelfs al wordt het straks een sprintje en legt Van der Haren er makkelijk op. Heeft Nieuwhuis in ieder geval kleur gegeven aan het kampioenschap. Zeker weten. Kijk, hier weer het verschil. De klassieke schoudermethode en de duwmethode. Ja. Van der Haren kruipt bijna onder het achterwiel. Ja, mooi. Wil er zo dicht langs. Een beetje druk. Laat ja, tuurlijk. Laten weten dat je er zit, toch? Dat werkt gewoon. Ja, ja, zeker. Maar vergis je niet, het gaat ook nog wel serieus bergop. Ja, ze moeten hier weer die dijk op. Is elke keer gebruikt. Korte pasjes, grip nul natuurlijk ook met dit soort schoenen. Het zijn geen bergen. Ja, nee, maar klopt. Je kan natuurlijk noppen aan de voorkant draaien, maar dat heeft ook heel klein beetje zit. Maar het is niet dat je extreem veel grip mee krijgt. Geen wondermiddel met dit. Nee, daardoor zie je ze als je een hiel neerzet, dat ze nog wegglijden. Dus, ja, er zitten nopjes onder, maar ja, die geven zo weinig grip. Dit ook, kijk, van Kessel, waar heeft hij... Dit is gewoon kledo, dit is kleien. Grip nul. Er groeit ook niks meer voorlopig. Van der Haan nog steeds in duel. Oeh, weer een glijder hoor, samen, hè? Zagen ze allebei, hè? Ja, omdat natuurlijk nu iets zenuwpartig gaan spelen. De druk om toch op het limietje te gaan rijden. Kijk, daar komt hij vandaan. Ja, de druk om toch op de limiet te gaan rijden is wat groter. En dan ga je foutjes maken. Ja. Van der Haar voor het eerst naar de kop van de wedstrijd. En dat heeft een uur geduurd. Ja, hier gaat hij er gelijk weer overheen. Ja. Mooi. Want hij moet een keer opstappen natuurlijk. Ja. En dat moment gebruikt Nieuwhuis. Nou, die weet als ik er voorop zit, komt hij er niet langs. Ja, en nu moet de vol door eigenlijk. Het lijkt erop dat Nieuwhuis eigenlijk gewoon... Ja, zijn steady tempo blijft volgen. En dat Van der Haar toch al redelijk op het maximale zit, hoor. Kijk, hier kiezen ze allebei voor om te rennen. De bocht door te rennen en weer op te springen, want daar is het harde gedeelte. Het is de vraag of Nieuwhuis nog een versnelling in petto heeft of hij sneller kan. Oeh, neemt hij het zware stuk. Je gaat Van der Haar. Je rijdt door het mooie stuk heen. Maar ja, Nieuwhuis capituleert niet. Nee. Die klopt en die vecht. Zit nu aan het achterwiel. En nu Van der Haar aan de kop. Ja. Lange loopstuk weer. De laatste keer. De douche, de warme douche, wacht. Ja, hier gaat Van der Haar hoor. Hier is hij weg. Kijk maar, hier neemt hij afstand van Nieuwhuis. Maar ook de rood-wit-blauwe trui wacht. Nu moet Nieuwhuis zo lang mogelijk doorrijden. Wie gaat er als eerste van de fiets? Ja, allebei niet. Kijk, Nieuwhuis is terugrijden. Kijk, Nieuwhuis terugrijden. Hier moet hij eraf springen. Hier moet hij eraf. Hier moet hij eraf. Valt stil. Gewoon doorrijden. Ah, mooi om te zien. Tot aan de post. Ja, eigenlijk moet hij nu niet wisselen. Ja. De drone doet het weer. Ja, ik zeg dat hij genoeg voorsprong heeft, Lars van Aron. Hij heeft al van fiets gewisseld. Ja, 2 seconden. Ja, meer heb je niet nodig.
Lars van der Haar en Joris Ibrahim. Meer heeft hij niet nodig. Tweede aanval, Lars van der Haar, die er niet meer uitziet, maar het is de voorste man. Zie je zijn pedaal staat net niet goed genoeg van Joris. Dus hij gaat nu opspringen en dan kan hij net niet aanzetten, zie je dat? En dan verliest hij weer een seconde. Verliest hij halve pedaalslag. Ja. En dan is het opeens 2 seconden het gat. En dat wordt 3 seconden. En als Lars van der Haar hier fietsend doorkomt, is het gedaan. En dan 1 speldenprik en 1 aanval na een uur. Joris Nieuwhuis wordt bedankt voor een uur op kop rijden. Ja. En Lars van der Haar gaat er vandoor met hij is de nationale kapot, titel. Maar. Kijk maar. Oh, kijk eens. Helemaal kapot. Helemaal ver, kapot. Ver over de limiet richting het laatste stuk. Ja. En heeft hij geluk dat hij hier goed terechtkomt, want dit is de laatste bocht. Lars van der Haar heeft de buit binnen. Niets uittreden nationaal kampioen. Hij verdedigt zijn nationale titel. Het rood-wit-blauw is voor Lars van der Haar. Maar het komt vanuit zijn kleine teen. Van heel ver uit die bemodderde schoenen. Kapot zijn ze. Ze hebben elkaar helemaal leeggetrokken. Geen cadeautjes. Joris Nieuwhuis schudt het hoofd. Heeft dit NK kleur gegeven. Maar deze man, onherkenbaar, is toch echt Lars van der Haar. En hij pakt voor de 4e keer in zijn carrière de nationale titel. Ja, en een balende Joris Nieuwhuis. Mooie finale. En ik denk dat hij helemaal steenkapot zit. Ja. Ja, die moeten in actie volgen. Want dat zijn deze mannen die moeten gaan. Net zoals die straks bij de Lichte Vrouwen met dit was een kans. Maar wat had hij dan gedacht? Ja, hij kent Lars van der Haar toch ook? Ja, dat mag je wel stellen. Ja. En Ryan Kamp, die in 2023 nog geen wedstrijd had gereden, rijdt podium op het NK. En dat is voor hem meer dan prima. Ga maar naar binnen, Lars, voor je ziek wordt. Kleine felicitatie, hij wil nog iets zeggen. Maar... Ja, sorry, Joris denkt dat hij je kop reed, denk ik, of zoiets achter. Maar dat is netjes, maar... En waar is nu de hoge drukspuit? Ja, dan moet je zorgen dat hij naar binnen gaat. Zo ziet de nationaal kampioen eruit. Moeder van de Haar erbij. Pim Ronda gaat 4e worden. Ja, die mannen trainen allemaal samen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, Joris Nieuwhuis die zal toch echt wel. En ook Ronda en Van der Haar. Ja. Zoals ook Brand en Van Anderen allemaal. In Lichtaard heet het geloof ik, waar ze vaak trainen. Ja, hij is helemaal kapot hoor, Lars. Zo zien we niet vaak hoor, nou, heel diep moeten gaan. Ja. Ja, dat struikel al bij de trap, de laatste trap, dat gaf al genoeg aan. Ja, zeldzame beelden wat wij voor ons zien. Renners die helemaal kapot zijn. Reza, we hebben de hele wedstrijd meegekeken hier. Wat een slijtageslag, of niet? Ja, zeker. Heel episch ook deze... Ja, dit NK, hoe zwaar het is. Je ziet zeg maar supergetrainde atleten die eigenlijk helemaal stuk over die finish komen. Ja. Dus ja, dat is echt, net wat je zegt, zeldzaam eigenlijk. Ja, we zien de nieuwe Nederlands kampioen Lars van der Haar, zien we daar tegen die tent aan zitten. Ja, die kan helemaal niks meer. Nee, ik denk dat hij zeg maar, het zag er even uit dat hij gewoon in het wiel bij... Joris Nieuwhuis in het wiel heeft gezeten, dat het een soort van ontspannen was. Maar ik denk dat hij heel erg heeft moeten bijten en zijn laatste kruid op geschoten heeft in de aanval. En net zeg maar die titel zo weer mee naar huis nam. Ja, Joris Nieuwhuis, je noemt hem al eventjes, uit Zelhem, ons Gelderse trots. Die wordt hier tweede nadat hij eigenlijk de hele wedstrijd op kop rijdt, hè? Ja, dat kan een tactiek zijn. En blijkbaar vindt hij dat lekker om zijn eigen tempo te bepalen. Hè. Dan kan hij ook aangeven van hoe diep die gaat. Anders moet je natuurlijk je wedstrijd afstemmen op de nummer. Degene die voor je rijdt. Hij vindt het prettig om zijn eigen tempo te kunnen rijden. Dat leek er wel op, inderdaad. Ja. Maar dan hou je zo'n Lars van der Haar, die dan toch in vorm is, hou je niet tegen. Ja, blijkbaar niet. En nu Lars is natuurlijk super explosief. Ze noemen hem ook een echte terrier. Hè? Dus hij blijft bijten en dan bam, hij is explosief. En hij is heel even een gaatje van 1 seconde, 2 seconden, trekt door. Ja. Ja, valt nog bijna op die trap dat je denkt, oei, wat gebeurt hier? Ja. Wordt nog even spannend. Ja. Maar haalt dan de titel toch weer binnen. Ja,
De omstandigheden die waren als waar en die werden volgens mij gedurende de wedstrijd ook steeds zwaarder. Hè? Want het begon hard te regenen, begon wat harder te waaien ook. Ja. Ja, hoe zitten die mannen er nou bij in de tent? Daar weet jij van, natuurlijk van alles van. Ja, je hebt ook zware wedstrijden gefietst. Ja, ik denk een emmertje water en een washandje om even zeg maar, goed schoon te maken. Maar ja, die zitten nou nog wel even op hun adem en die proberen even bij te komen. Om zo meteen nog even gesoigneerd terug op het podium te komen. Ja, ja, ja. We wachten zo meteen op die prijsuitreiking. En ja, dan zien we de laatste ook nog binnenkomen. Ja, dan gaat het klokje. En dan denk Er zijn nog niet eens de laatste, denk ik. Dat is Luc Verburg. En volgens mij zat hij nog rond de top 10 te rijden. Dus er zijn nog wel meer mensen. Ja, zitten er nog mensen in het veld nu? Het ziet er vrij rustig uit achter ons. Ja, ja, dat kan zijn dat ik zeg maar een ronde daarvoor eruit zijn gehaald. Ja, dat hebben we niet meegemaakt, denk ik. Ja. Nou, we wachten ook op een reactie van Joris Nieuwenhuis natuurlijk. Uit Zelhem, ons Gelders trots. Hij is tweede geworden vandaag in Zaltbommelje. We wachten even op een reactie van hem. Daar zijn we flink mee bezig. Halen wij ondertussen even een van de organisatoren van dit NK erbij. Dat is Rick van Aalst. Ja, goedemiddag. Ja. Hoe sta je erbij? Wat overheerst het nu bij jou? Nu? Trots wel. Kan wel zeggen. Ja. Als je kijkt om je heen en wat er allemaal gebeurd is de afgelopen dagen. En alle elementen kwamen samen. Ja. Ja, dat kan jij wel bevestigen, denk ik, met je achtergrond. En dat is bizar. En eerste Waal. Ja, want laten we even teruggaan naar een paar dagen. Ja, natuurlijk een paar jaar terug. Een paar jaar terug, ja. Hè? Want dit stond al heel lang op de kalender. Ze wilden Zeker. Heel graag in Zaltbommel Nederlands kampioenschap gaan organiseren. Zeker. Corona zat er twee keer tegen. Ja. En dan eindelijk. Ja, het was het eerste jaar corona, een maand tevoren. Nou ja, oké, dat kan. Dat wisten we. Het tweede jaar. Drie weken voor het evenement eruit. Toen hebben we het wel omgekat naar Rukven zonder publiek, want dat wilden we niet. Gezien die entourage hier. Ja, dit jaar gingen we vol ervoor. Dus al onze vrijwilligers die hebben drie jaar staan te trappelen. Ja, nu gaan we voor het echtje. En dan, ja, als je drie jaar met die plannen bezig bent, in de historische binnenstad grenzend. En je ziet het staan. Ja, trots. Ja, ja, ja. Ja. We hadden met Reza veel veldwedstrijden gezien en ook meegemaakt. Ja, dit is uniek, hè, hoe dit hier georganiseerd is. Ja, zeker. En ik mocht in 2018 heb ik ook meegedaan bij de dames. En toen vond ik het al een heel erg leuk afwisselend parcours waar je heel veel mee kunt. Alles zit erin. Ja, dus zeker. Heel mooi parcours. En nou, wat jullie vandaag ook neer hebben gezet, ik vind het ook wel fantastisch. Ja, maar het parcours was variabel, hè? Ja, van alle markten wel thuis zijn, inderdaad. Elke bocht moest ingekort worden op een gegeven moment, bij alle. Maar Rick, de weersomstandigheden en het water wat van boven komt en het water wat achter ons vanuit de Waal komt, die heb je natuurlijk niet in handen. Nee, het is natuurlijk een tricky periode, januari, maar we hadden geluk dat er in ieder geval sneeuw lag in de Alpen, denk ik. Dus, want het komt natuurlijk vanuit het achterland. Ja. En een paar dagen geleden waren alle stranden nog vrij. Een prachtig parcours, maar dan zie je de Waal komen en je houdt Rijkswaterstaat, alle lijnen hou je kort, dus we hadden vertrouwen. En, had je de Waal, was dat onder controle en toen kwam het in één keer van boven van de week. Wat hebben jullie moeten doen de afgelopen dagen om het parcours nog enigszins bereikbaar te houden? Brandweer, pompen, alle waterpompen in de omgeving zijn volgens mij hier naartoe gesjouwd. Ja. En wat ik al zeg, zelfs de brandweer hier die heeft lopen pompen. Want het stond op een gegeven moment grondwater tot aan je knieën. Ja. En toen dachten we van, hebben we de Waal gehad, dan kan het daar weer niet doorgaan. En het moet eigenlijk geen dag langer duren dat die wedstrijd georganiseerd wordt. Je ziet het, hè? Achter ons zien we inderdaad de Waal deze kant op komen. Ja, maar we hebben nog even. Morgen gaat alles er al uit, aan deze kant. Dus we gaan nu eigenlijk al beginnen met de afbouw. Ja, het moet zo snel mogelijk naar voren. En dus we hebben speling, maar... Het had niet morgen moeten zijn vandaag. Hey, nou is hier een driedaagse wielerspektakel heeft hier plaatsgevonden in Zaltbommel. Ja. Wat doet dit met de stad? Wat doet dit met de Bommelerwaard? Kijk, het is nieuw. Eerste keer hier een Bommel. Ja, natuurlijk hebben we de topklasse gehad hier. En dat is niet te vergelijken. Kijk, we hebben ambities als organisatie, maar... uniek. Hulst is ook uniek, hè? Binnenstad en koers. En hoe prachtig is dat plaatje? En ik heb de beelden gezien. Ja, dan kom je vandaan. Dus dan ben je wel trots. En, maar je zegt ook kinderkopjes op de finish. Ja.
Zand, strand, dijken, alles zit erin. Dat is mooi. Ja. Hey, de toekomst, Rick. Wat gaat de toekomst brengen, dit evenement? Wat moet hier nog gaan plaatsvinden de komende jaren? Blijft dit een crosswedstrijd? Nou ja, NK is elk jaar wordt toegewezen. Dus volgend jaar, ik weet niet waar naartoe gaat. Vanberg geloof ik, maar... Dat is een pitch, dus we hebben ambities. Maar laten we eerst deze even goed evalueren met alle instanties. Natuurlijk de provincie Gelderland die ons enorm gesteund heeft, maar ook de gemeente Zaltbommel. Ja. Ook grote complimenten voor hen moet ik zeggen, want het is allemaal nieuw. En met name ook de inwoners van de binnenstad. Want ja, de halve binnenstad was afgesloten vanwege toch bereikbaarheid is hier wel een ding bij zo'n evenement. Maar we gaan evalueren. Ja. Maar een wereldbekerwedstrijd? Ja, als het natuurlijk, dan hangt dan een prijskaartje aan. En, maar ja, ambities zijn er en we willen. Ja. We gaan gewoon door. Ja. Als je dit ziet, dan wil je gewoon door. Ja. We hebben het samen gezien, Reza. Dit is wel wereldbekerwaardig, toch, dit parcours? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk onder alle omstandigheden kan je hier echt iets moois van maken. En is dat zeker wereldbekerwaardig. Om, ja. Maar dan gaan we wel in oktober zitten. Ja, dat is wel handig. We hebben in ieder geval niet zoveel last van de zaak. We gaan afsluiten. Ja. We gaan even kort terugblikken naar de heren en de dames, de winnaars. Rick, met jou beginnen. Puk Pietersen en... Dat zijn klasbakken. Dus ja, het is voor mij geen verrassing. Bij de dames is het natuurlijk heel dicht, hè. Dus... ik had het wel verwacht en bij de heren ook wel. Ja. Maar ja, ik zag Lars helemaal stuk zitten. Dus die hebben een tikkie gekregen volgens mij vanmiddag. Ja. Reza, jij? Puk Pietersen hadden we allebei een beetje op lijstje staan. Ja, Fem of Puk stonden hoog op het lijstje natuurlijk. En dan zie je de vorm van de dag en de vorm inderdaad van de dag en de omstandigheden. Ja, en Lars, ja, bijna zeker. Maar ja, tijdens deze wedstrijd dacht je van, Joris die komt ook wel heel erg close. Dus, Ja. Mooie winnaars. Ja. Mooie winnaars. Ja, mooie winnaars hebben we hier vandaag gezien in Zaltbommel. In de Bommelerwaard in Gelderland. Het hele circus dat streek hier neer. Prachtig dat we hier mochten zijn. Reza, heel erg bedankt voor je analyse en het bijbrengen van het verhaal over het veldrijden. Rick, bedankt voor de organisatie ook, hè? Zeker, ja, bedankt. Super, en we gaan zien wat er in de toekomst hier in Zaltbommel gaat gebeuren. En u, bedankt voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer. Fijne zondag nog.